Deze openbare vergadering van de Nationale Assemblée, uitgeschreven voor 1 uur, maar er was een afspraak met de regering en op basis daarvan hebben we gewacht tot 2 uur. Maar de regering is nog niet zo ver, dus in dat kader ga ik dan de vergadering voor enkele ogenblik dan schorsen. Ik hervat de geschorste vergadering en ik heb begrepen dat de president in het gebouw is en heeft te kennen gegeven de vergadering te willen bijwonen. Dus ik vraag de griffier om de president naar binnen te begeleiden. Welkom, president, vicepresident en ministers, bij deze openbare vergadering. Dan gaan we naar agenda punt 2, mededelingen. Afwezig de leden E. Karto, Kudemusu en Sampi. En verder uitlandig de minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking, de heer Albert Ramdin, van 14 tot en met 16 oktober 2020, in verband met het voeren van werkbespreking in Guyana. Een andere mededeling, minder mooi natuurlijk, dat op dinsdag 13 oktober 2020 is overleden de heer Ronnie Legiren Tamsiran, gewezen lid van de Nationale Assemblée. Hij was lid van de politieke partij Percha Luhur. Zijn zittingsperiode in de Nationale Assemblée was van 9 juli 1996 tot 23 juli 2000, van 24 juli 2000 tot 29 juni 2005 en 30 juni 2005 tot 29 juni 2010. 30 juni 2010 tot 29 juni 2015. De ter aarde bestelling vindt plaats op heden donderdag 15 oktober 2020 om 3 uur te komen wijnen, dat is straks. En lid Tamsiran werd 57 jaar. We condoleren bij deze de familie, het gezin en de politieke organisatie de Percha Elu met het verlies van dit lid. Is er behoefte om te condoleren, fractieleiders, lid Gayadin? Ja, voorzitter, mede namens de VAP-fractie wensen we zeker de familie te condoleren. En we wensen hun veel sterkte toe
Ronnie, zoals wij hem hier kenden en zoals wij steeds onderling grappen hier maakten, is een parlementariër geweest waar je toch van altijd kon genieten, als zeker in de koffiekamer wanneer we grappen gingen maken. Maar het leven is zo. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Hij heeft zijn bijdrage geleverd. Zeker namens de VAP-fractie wensen we de familie sterkte toe. En zeker zijn partij ook, PL. Ik werd hier net gewenkt. Jogi kent hem veel langer. En hij gaf me ook door. Hij is als heel jonge man hier gestart. En hij heeft heel lang hier in ons midden was hier. En heeft zijn bijdrage geleverd voor de Surinaamse samenleving. Nogmaals, sterkte aan de familie. Dank u wel, fractieleider Forswijk, ABOK-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Namens de ABOK-fractie willen wij ook de condolences overbrengen aan de politieke organisatie, de PL, met het heengaan van hun geachte lid. Verder nog ook de familie, in het bijzonder zijn gezin. De heer Tamsiran heeft Suriname 20 jaar gediend hier in het parlement. Zowel vanuit de coalitie als uit de oppositie heeft hij zijn krachten getoond. Aan zijn familie en gezin wensen wij heel veel kracht en sterkte toe in deze droevige dagen. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Dank u. Dank u wel. Hij heeft 19 jaar gediend. Lid Parmesan. Voorzitter, bedankt. Ik heb het genoegen gehad om tussen 2005 en 2015 met het lid Tamsiran op het politieke veld en hier ook in het DNA over verschillende issues van gedachten te wisselen. Ik heb de heer Tamsiran grijs zien worden. De heer Tamsiran was een trouw lid van Partija Luhur. Uiteraard 57 jaar, een veel te jonge leeftijd van zo'n dynamisch persoon om heen te gaan. De heer Tamsiran was een voorbeeld van trouw, discipline aan zijn partij. Ook in de moeilijke tijden. De partij heeft in die tijden niet altijd het even makkelijk gehad van mensen die de partij verlieten en noem maar op. Maar hij was daar zijn partij te ondersteunen. Ik heb hem gekend ook op het politieke veld in Komowena. Hij was een geduchte tegenstander, maar hij heeft het altijd netjes als een gentleman gedaan. Ja, ik ken de perikelen rondom 2010, december, 5 december, de dag waar voor PL heel enorm belangrijk is. Uiteraard, toen willen wij ook memoreren dat wij samen met hem hele prettige en grappen konden maken tijdens onze parlementaire missies, onder meer in Brussel, met de EU-ACP. Ja, toch? Waar we in een restaurant waren, daar waren we allemaal heel duur voorbereid, et cetera. En na het eten zei hij, maar al die dure dingen, ik wil een nasi hebben, want zonder reis kan ik niet verder, et cetera. Nou, en zo kunnen we heel wat dingen over wijlen heer Tamsiran praten. Hele mooie momenten hebben we gehad. Uiteraard, als de Nationale Democratische Partij, maar ik denk namens alle fracties ook parlement, condoleren we zijn gezin, zijn familie, zijn partij en delen van Komowena waar hij heel intensief tot zeer recent mee heeft samengewerkt. Wij verliezen in de heer Tamsiran een trouwlid. Dank u. Dank u, lid Parmeser, lid Asabina, fractieleider BEP. Voor het bedankt. Wij willen de familie, de partij waartoe hij behoorde, maar ook de Surinaamse samenleving, voorzitter, condoleren met het heengaan van gewezen lid Ronnie Tamsiran. We hebben hem gekend als een heer standvastige, toegewijde en trouwe parlementariër. Ik heb de eer, het genoegen mogen hebben om
termijn met hem samen te dienen als DNA-lid. En wij wensen hem te bedanken voor zijn bijdrage aan land en volk. We zijn heerlijk ervan overtuigd, voorzitter, dat hij een goede strijd heeft gestreden en dat zijn ziel in vrede zal rusten. Nogmaals, gecondoleerd, gezin, familie, partij en overige aanbestaanden. Dank u. Dank u wel, lid Rusland. Voorzitter, ook vanuit de NPS-fractie wensen wij erkentelijkheid uit te spreken over de bewezen diensten door de heer Ronnie Tamsiran aan de staat, onder andere via de Nationale Assemblée. Ook wij weten dat hij een trouw lid was van de Partij Alhoer. Ik heb hem zelf mogen meemaken, alleen zat ik dan aan de andere kant van de tafel. Maar ik denk dat we natuurlijk heel erkentelijk moeten zijn aan de bijdrage die hij ook toen heeft geleverd aan het werk dat hier gedaan moet worden in de Nationale Assemblée. Wij wensen van deze kant uit inderdaad ook de familie, de vrienden, maar ook zijn partij, de Partij Alhoer, heel veel sterkte toe met het heengaan van de heer Tamsiran. En natuurlijk condoleren wij de hele Surinaamse samenleving met het verlies van dit lid van de Nationale Assemblée. Ik dank u. Dank u wel. En ik zie de president het woord vragen. President, u heeft het woord. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ook de regering is aangedaan, getroffen door het oefenbericht met betrekking tot het heengaan van de heer Ronnie Tamsiran, gewezen DNA-lid. En zoals wij de heer Tamsiran als regering kennen, heeft hij namelijk een behoorlijk deel van zijn leven doorgebracht in het parlement als parlementariër. 4 termijnen, is niet mals. Ruim 20 jaar heeft hij hier het belang van het volk gediend, maar zeker ook het belang van de bewoners van Kommerwijnen. Hij was zich bewust van zijn taak als volksvertegenwoordiger, maar zeker ook namelijk was hij volledig ingegaan op de situatie, met name in Kommerwijnen. En met name de belangen die hij ging behartigen, was één vanuit zijn hart. En dat klonk naar tevredenheid, ook in Kommerwijnen, dat hij zelf de Maharaja genoemd werd in Kommerwijnen, meneer de voorzitter. Hij was een voorvechter van het Surinaams nationalisme en het profileren van Suriname binnen de internationale gemeenschap. Zoals eerder door de fractieleider van de NDP ook gezegd, was hij altijd een voorvechter van het Surinaams belang. Daarnaast heeft de heer Tamsiran diverse sociale projecten uitgevoerd, meneer de voorzitter, en gezinnen bijgestaan met financiële steun. En hij was zeer betrokken bij de burger en hij was altijd bereikbaar voor de burger van Suriname, in het bijzonder die van Kommerwijnen. We verliezen met overlijden van de heer Tamsiran een zoon van onze natie en een prominent lid en ondervoorzitter van onze coalitiepartner Partij Alhoer. De voorzitter, namens de regering condoleer ik zijn naaste familie, de vrienden, de voorzet, bestuur en de leden van Partij Alhoer, de leden van uw geacht college en al zijn overige naasten, en wensen veel sterkte toe bij het verwerken van dit groot verlies. Dank u wel, president. En zoals gebruikelijk gaan we dan 1 minuut stilte in acht nemen. De tijd gaat nu in.
Dank u. Ik zie al geruime tijd lid Zhang punt van orde vragen. Wordt het ondersteund? Ja, lid Zhang heeft het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een ordevoorstel en een punt van orde, meneer de voorzitter. Het ordevoorstel is vanwege de brandende issues met betrekking tot het zoveelste geval van nepotisme en vriendjespolitiek van deze regering. Met name de ontheffing van de directeur SLM en de zoveelste functie van... Dat kan je ordevoorstel, lid Zhang. Nee, ik wil het graag zetten in de agenda, want u heeft de agenda. Ik denk wat ik ga doen. Trouwens, ik ben al bezig met mevrouw Burleson om efficiënt met elkaar te vergaderen. Gaan we een aantal sessies met elkaar organiseren, zodat er de juistheid van zaken tijdens de vergadering naar voren gebracht kan worden. Want dit heeft niks te maken met de orde. Het is geen ordevoorstel. We gaan door met de vergadering. Dit heeft niks te maken met nepotisme en zo. Heeft niks te maken met de vergadering. Ja, we hebben afspraken met de fractieleider. Als er brandende zaken zijn, komen we bij rondvraag waar u dan uw vraag kan stellen. Ja? Ja, u krijgt de ruimte wel. Ja? U krijgt de ruimte wel. Lid Bouva, u moet niet door de zaal springen. Nee, maar dit is geen punt van orde. We luisteren naar u. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het punt van orde is dat meerdere leden van RVM in quarantaine waren. En we horen net dat er nog minstens 2 ministers positief zijn getest. Is dit waar? En zo ja, in hoeverre is er al contacttracing gedaan met die 2 ministers? Is dit ook een ordevoorstel? Jawel. Omdat wij zien dat de president, de VP en enkele ministers hier in de vergadering zijn. In hoeverre is het verantwoord? Wat is de garantie dat we niet personeel en leden van DNA blootstellen aan besmetting met COVID-19? Meneer de voorzitter, graag meer duidelijkheid via u. Voordat we verder gaan met de... Dank u wel. We kennen onze verantwoordelijkheid als leiding van het parlement en ook de leiding van de regering. Daarom zijn we zo laat aangevangen met de vergadering. Omdat de leden van de regering allemaal getest zijn. En het resultaat is ondertussen al binnen. En alle leden die u hier zien zijn negatief getest. Ja, dus we hebben die afstemming gepleegd. Maar een andere belangrijke issue waarvoor ik aandacht wil vragen, regering. Wederom zijn we als samenleving geconfronteerd met een brute moord op een vrouw. Een moeder, een zus, een tante, een dochter, een kleindochter. Opnieuw heeft een familie de lafhartige en verwerpelijke daad van een man te betreuren. Opnieuw een slachtoffer van zinloos geweld. Opnieuw een dierbare, een waardige leven te betreuren. De discussie in hoeverre onze dochters, zusters, moeders, tantes en nichten, de vrouwen van onze samenleving, voldoende beschermd zijn tegen zinloos geweld, is met deze laffe daad weer aangewakkerd. Maar hoe lang zullen wij als samenleving, als regering, deze discussie voeren? Totdat er eindelijk maatregelen komen om de veiligheid van het vrouwelijk deel van onze gemeenschap te waarborgen, dan wel te garanderen. De dood is finaal en komt met hartverscheurend verdriet. Laffe, brute moorden op vrouwen is geen ver van ons bedshow meer. Het maakt deel uit van ons dagelijkse realiteit. Een enge realiteit die voor de familie van het slachtoffer aanvoelt als een nachtmerrie, waaruit zij niet kunnen ontwaken. Regering,
Ik dring bij deze u aan op u aan om uw verantwoordelijkheid te nemen. Versterk u de instituten en tref die maatregelen die noodzakelijk zijn om het gevoel van veiligheid en geborgenheid terug te brengen bij onze vrouwen, onze dochters. Het is moeilijk voor de samenleving. Dank u. Ik zie wat lampjes knippen. En ik denk dat we de vrouwen aan het woord gaan laten. Ik zie lid Forswijk. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben heel blij dat u begonnen bent om hierover te praten in het parlement, voorzitter. Het is heel triest voor meneer de voorzitter dat wij vanmorgen weer een nieuws hebben gekregen van een vrouw dat haar lijk gevonden is langs de Afobakaweg, meneer de voorzitter. Om nog recent te houden beperk ik mij tot 2019 en oktober 2020. In het jaar 2019, volgens informatie van KPS, zijn 7 vrouwen vermoord geworden. Dit jaar is nog niet om, meneer de voorzitter, zitten we al op 8 vrouwen die vermoord zijn. Ik vraag mij af, meneer de voorzitter, waarom de mannen om welke reden dan ook overgaan tot het moorden van vrouwen, als die relatie om welke dan ook niet meer lukken of ontwricht is geworden. Moeten wij als samenleving nu niet samen gaan kijken naar dit probleem en het van huis uit alvast binnen op te voeden om onze jongens te leren hoe om te gaan met hun emoties. Hoe om te gaan bij relatieproblemen en hoe om te gaan als zij om welke reden dan ook niet meer gewild zijn door een vrouw of afgewezen zijn door een vrouw. Dit kan niet zo verder, meneer de voorzitter. Als ouders moeten wij veel praten met onze kinderen en zoveel als mogelijk handvaten bieden dat zij ongeacht welke situatie dan ook zij meemaken in hun leven bovenop komen staan. En als zij dat alleen niet kunnen, dat zij anytime terecht kunnen gaan bij instanties. Laten wij onze jongens meer dan ooit leren om beter om te gaan met hun emoties. Laten ze leren dat ze als mens ook mogen en kunnen huilen wanneer iets hun dwars zit. Want immers, onze jongens zijn mens, welke gemaakt is door bloed en vlees. We moeten onze jongens leren dat een teleurstelling in een relatie niet het einde is van het leven. Als jongen te zijn afgewezen door een vrouw of als de vrouw jou als man niet meer wil, dat is niet het einde van het leven. Een vrouw is geen eigendom van een man. Ook wil ik nog tot slot meegeven, meneer de voorzitter. Laat de mannen leren omgaan met teleurstellingen. Kunt u afronden? Maar ga niet tot het moorden van een vrouw. Want u pleegt dan een strafbare feit. Jongens van Suriname, mannen van Suriname, bezint eer gij begint. Denk u na alvorens u overgaat tot het plegen van zo'n handeling. In het oog van de mens en bij God heeft u zwaar gezondigd. Dank u. Dank u wel. We gaan naar lid Vreedzaam. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, inderdaad, zoals mijn collega zegt, vele moorden op vrouwen. We zien inderdaad de toename van de criminaliteit en geweld in de samenleving, voorzitter. Maar helaas zijn er nog vele gevallen van verbale agressie, fysiek geweld, mishandeling en u ziet moord tegen vrouwen. Helaas zien we dat vele daders ook vrij uitgaan, voorzitter. Helaas zien we weinig bescherming voor vrouwen die geconfronteerd worden met geweld. Helaas, voorzitter, zien we dat velen nog denken dat geweld plegen tegen vrouwen
zinvol en verdiend is, voorzitter. Helaas zien we dat de PG en justitiële autoriteiten deze zaken niet ernstig genoeg nemen, voorzitter, als gevolg dat er blijvende psychische letsels over worden gehouden en nu zien we ook de dood, voorzitter, moord. Wij vragen nogmaals aan de regering om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat zaken van deze vrouwen, van die gaan naar de politieke autoriteiten om die te onderzoeken en niet in de doofpot te laten gaan, voorzitter. Verder vraag ik aandacht aan u, voorzitter, en uw college en wij allemaal als parlementariërs om aandacht te geven aan de wet die in uw college ligt, de wet geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Laten we die wet behandelen. Daarin zijn er duidelijke regels, verboden, strafbepalingen, voorzitter. Laten we die wet aannemen en laten we de instituten versterken, zodat inderdaad het gevoel van de vrouw dat ze beschermd wordt, dat tot voldoening kan komen, voorzitter. Ik hoop dat we voor eind van het jaar deze wet kunnen aannemen, voorzitter. Maar zo kan het niet doorgaan. Dank u wel. Dank u wel. We zijn helemaal op één lijn. Let Mingun. Mag Let Mingun het woord? Ja, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Geweld tegen vrouwen en meisjes heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor hun vermogen om rechten en vrijheden te genieten op basis van gelijkheid met mannen. Geweld tegen vrouwen en meisjes heeft niet alleen gevolgen voor individuen, maar heeft ook ernstige gevolgen voor gezinnen, gemeenschappen en samenlevingen en leidt tot aanzienlijke economische en sociale kosten in ons land. Het vormt een belemmering voor het behalen van ontwikkeling in zowel nationale en alle internationale overeengekomen ontwikkelingsdoelen. We roepen daarom de regering op om hun verplichtingen na te komen om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals uiteengezet in het verdrag van de uitbanning van alle vrouwen van discriminatie van vrouwen, uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes. We roepen de regering op om met voldoende middelen een actieprogramma op touw te zetten met alle relevante actoren. Regering, zorg ervoor dat lockdownmaatregelen vrouwen niet bestraffen voor het zoeken naar ondersteuning wanneer ze geweld ervaren. Zoals door naar de politie of het ziekenhuis te gaan om geweld te melden. We raden sterk aan om de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes prioriteit te geven op nationaal niveau. Het bereiken van gendergelijkheid, onder meer door het uitbannen van alle vormen van geweld tegen vrouwen, moet een centraal onderdeel zijn van alle ontwikkelingsagenda vanaf nu. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Lid Ednel. Dank u wel, voorzitter. In 2018 heb ik als lid van het parlement een hele belangrijke moment bijgewoond in het Lalaroek-gebouw. Daar werd een van onze prachtige vrouwen, een van onze sterke vrouwen, mevrouw Cederboom, geëerd met een award. Deze mevrouw heeft heel lang gevochten tegen het mishandelen van vrouwen en het tegengaan dat vrouwen eigenlijk onder bepaalde omstandigheden werden behandeld in gezinnen. Vanaf toen heb ik één belangrijke zaak ontdekt. En zij zei het toen. Ze had gedacht dat wanneer er meer vrouwen in het parlement zouden komen,
dat die vrouwen zouden vechten voor de rechten van de vrouwen. Maar dat is niet gebeurd. En daarom roep ik vandaag alle vrouwen in het parlement op. Om één woord, één vuist te maken en te eisen dat wij meer willen zien als het gaat om vrouwenrechten. Meer willen zien als het gaat om het beschermen van de vrouw. En het moet niet alleen maar blijven bij een woord in schrift met betrekking tot beleid. We willen het zien in uitvoering. Er moet een goed doorgangshuis komen waar vrouwen kunnen gaan wanneer zij problemen hebben. Want dat is er niet. We kunnen een heleboel zeggen dat we vrouwen willen beschermen, maar daar begint het. Een doorgangshuis. Vrouwen moeten ergens kunnen gaan wanneer ze zien dat het niet meer kan. Er moet meer geïnvesteerd worden in het opzetten van centra in alle districten. Om daadwerkelijk te laten zien dat vrouwen ergens kunnen gaan wanneer het hen te veel wordt. Laten we stoppen om te veel te praten. Maar laten we eisen als vrouwen van het parlement dat er meer gedaan wordt. Ik kijk uit naar deze 5 jaren met deze vrouwen in het parlement. Dat wij meer gaan eisen, dat er meer gedaan wordt. Minder geschreven, meer uitvoering. En dat wij vrouwen meer zullen beschermen. Van hieruit condoleer ik de nabestaanden, want het is erg dat je nu moet zien dat je moeder, je dochter, je kleindochter, je vrouw er niet meer is. Ze is vermoord, omdat ze niet meer wilde. Wij vrouwen moeten nu zeggen, nee, we komen op en we gaan meer eisen dat er meer gedaan wordt. Dank u. Dank u wel. Uw oproep aan vrouwen om hiervoor te gaan. Ik wil u de garantie geven dat de vrouwen niet alleen voorstaan, maar met alle mannen die hier zijn, we samen dit probleem gaan tackelen. President, u heeft het woord. Er is afgesproken dat 1 lid per fractie en graag die vrouwen het woord zou... Ja. Ik weet dat het een ondersteuning zou zijn, maar dat was de afspraak. Ja, dat er per fractie een lid het woord zou voeren. Ja, de president, u heeft het woord. Meneer voorzitter, vraagstuk van criminaliteit is altijd een zeer actueel vraagstuk. Het houdt de gemeenschap bezig. Het roept heel wat... emotionele gevoelens, onveiligheidsgevoelens, angstgevoelens, als er inderdaad iets gebeurt in je eigen omgeving, thuis of iets zeer ernstigs ver buiten jou, dan nog roept het op gevoelens van onbehagen, onveiligheid en dan is er inderdaad dan de vraag wat de samenleving zou moeten doen. Wat de regering zou moeten doen. En ik ben bijzonder ingenomen dat het parlement zich buigt over het vraagstuk van criminaliteit, met name geweld, geweld tegen vrouwen. Daar hebben we verschillende internationale verdragen getekend om dat aan te pakken. Daar hebben we ook nationale wetgeving. En we gaan door om steeds nieuwe wetten te maken. Maar natuurlijk, meneer voorzitter, die verdragen en die wetten, die zullen nooit voldoende zijn. Het gaat om een stukje bewustwording die we in de samenleving moeten creëren. Het gaat om een stukje educatie die moet ontstaan. Op verschillende niveaus in de samenleving waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarbij moet nemen. Voordat er een strafbaar feit begaan wordt, meneer de voorzitter. Voordat die norm, die strafrechtelijke norm overtreden wordt. Zijn er voor deze overtreding van die strafrechtelijke norm tal van andere normen overtreden. Binnen het gezin. In de maatschappij, op school, op werkplek. En uiteindelijk komt het bij die halte van waar die strafrechtelijke norm overtreden wordt. Laten we goed kijken naar die andere haltes. Waar die normen zijn overtreden en waar er onvoldoende aandacht is geweest, meneer Voorzitter. Hiermee wil ik illustreren die collectieve verantwoordelijkheid die we als land hebben, als samenleving hebben. Om die criminaliteit integraal te gaan aanpakken. Natuurlijk, meneer Voorzitter, we betreuren
als bij deze vorm van criminaliteit, geweldscriminaliteit, mensenlevens ook op een zeer brute wijze ook gelaten worden. En we condoleren zeker ook de nabestaanden. De minister zal straks meer inhoudelijk ingaan op datgene wat je in dit stadium wel zou mogen verschaffen aan het parlement. Maar vanuit oogpunt van beleid, meneer voorzitter, als u een duurzaam veiligheidsbeleid wil ontwikkelen, als u een duurzaam criminaliteitsbeheersingsbeleid wil ontwikkelen, dan moet er een hele traject van bestuur een duurzaam beleid zijn, meneer voorzitter. En niet op bepaalde momenten van het bestuur een stukje verwaarlozing van instituten die criminaliteit moeten aanpakken, van instanties zoals de rechterlijke macht, waar er niet geïnvesteerd wordt, maar ook een stukje verloedering die ontstaat in de maatschappij, meneer de voorzitter. Wij zijn pas aan de macht. U bent pas aangetreden en we pakken het op daar waar we het aangetroffen hebben. En de eerste maatregel die we getroffen hebben is te beginnen bij de rechterlijke macht. Openbaar ministerie, dat aantal vervolgens ambtenaren geven waardoor ze nu hun maximum hebben. Waardoor de klacht niet meer zal zijn van onderbezetting bij het openbaar ministerie. En binnenkort staat op agenda van de Raad van Minister benoeming van nog zes rechters erbij. Zodat daar die capaciteit, het capaciteitsprobleem aangepakt kan worden. Natuurlijk heeft het veel meer nodig dan alleen de capaciteit en personele sfeer oplossen, meneer voorzitter. En voor wat betreft de veiligheidsdiensten, daar hebben we al het beleid ontwikkeld dat we stuk voor stuk alle veiligheidsdiensten gaan doorlichten en komen met voorstellen ter versterking van het management. En daar waar er management vervangen moet worden op basis van het doorlichtingsresultaat, zal het ook gebeuren. En daarvoor is een termijn van 2 maanden uitgetrokken, meneer de voorzitter, om te zorgen dat de capaciteitsversterking bij alle veiligheidsdiensten, let wel, alle veiligheidsdiensten, dat zal plaatsen vanuit de regering, meneer de voorzitter. Natuurlijk kijken we uit naar de begrotingsbehandeling, waar we meer in detail gaan praten over het veiligheidsvraagstuk en de criminaliteitsbeheersing. De minister komt later terug met wat detailinformatie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, president. Dank u wel, leden, voor uw bijdrage. Dan gaan we naar agenda punt 3, ingekomen stukken. Is het een punt van orde? Wordt het ondersteund? Voorzitter, dank. Voorzitter, we hebben daarnet behandeld de zaak van de vrouwen, brandend, inderdaad belangrijk, voorzitter. Een punt dat toch wel brandend actueel is, en natuurlijk, we hebben dat eerder besproken, maar er is een belangrijke ontwikkeling waar de president verklaring heeft afgelegd aan de media, is de kwestie van de positie van de directeur van algemeen directeur van het kabinet van de president. Ik denk dat we een duidelijke afspraak daar hebben. Maar daar komt het dus op, voorzitter. Bij rondvraag u de ruimte krijgen. Nee, maar er is nu een verklaring door de president. Als we afspraken hebben gemaakt, dan dienen we daarmee rekening te. Voorzitter, maar daar komt het juist niet op. Let boven. Kunt u zitten, we gaan verder met de vergadering. Afgesproken is dat we ingekomen stukken vandaag niet gaan behandelen, dus dan gaan we naar agenda punt 4. Informatie van de president, zeker de regering, over vraagstukken ten aanzien van de start van het schooljaar 2020-2021. Nee, maar dat past niet in het straatje van onze vergadering. Lid Bouva, kunt u plaatsnemen? Laten we die vergadering voortzetten. Er zijn duidelijke afspraken. Dit is geen punt van orde. Er is niks mis met de vergadering. En nee, zo hebben we het niet eerder geleerd. Ik heb dat niet geleerd. Ik heb juist geleerd om dit parlement als een onafhankelijk instituut te houden. Yes. Dan gaan we naar agenda punt 4, informatie van de president, Suiki de regering, over vraagstukken ten aanzien van de start van het schooljaar 2020-2021. Een heel belangrijke vergadering voor ons als parlement, als natie. Het opstarten van de school op 1 oktober is altijd een uitdaging. En nu met COVID-19... begrijpen we
dat uitdagender is voor ons. En wij hebben gezegd als parlement, vanuit onze verantwoordelijkheid, als controlerende orgaan, maar ook een instituut dat een bijdrage wenst te leveren aan ons onderwijsproces, hebben we gezegd, we schrijven een themavergadering. Laat de regering ons komen vertellen wat hun beleid is op dit stuk, maar wat de dagelijkse ervaringen zijn. En de leden van het parlement krijgen de ruimte om hun inzichten te delen, maar meer ook oplossingsvoorstellen aan te dragen. Er zijn veldoriëntaties geweest vanuit het parlement, maar ook individuele leden hebben dat gedaan in de districten. We hebben afgesproken met elkaar, zoals altijd, dat de regering aan het woord komt en daarna de commissie onderwijs. En daarna hebben de fracties conform een bepaalde tijd, BEP 8 minuten, de NDP-fractie 10 minuten en de coalitie 30 minuten, kunnen ze aanwijzen welke leden het woord namens de fractie gaan voeren. En daarna mogen de fractie 2 leden aanwijzen om interruptie te plegen indien er behoefte bestaat. En in de tweede ronde, als er behoefte is, zullen dan 1 of 2 leden namens hun fractie dan aanvullende zaken aandragen. Het wordt geen ellenlange vergadering. Ja, we vragen bij deze alle leden om zich constructief op te stellen en zich te houden aan de afspraken die we in fractieleider overleg met elkaar hebben gemaakt. President, u heeft namens uw regering de ruimte om het woord te voeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik vraag uw toestemming om alvast de president het woord te geven om in te gaan over het algemeen beleid met betrekking tot onderwijs. Daarna de minister van Onderwijs die meer op technisch en inhoudelijk niveau zal ingaan. En voor de rest zijn die ministeries hier ook aanwezig die een flankerend beleid vormen naar onderwijs toe. En die zijn ook beschikbaar om in te gaan op zaken die het onderwijsveld raken. Voorzitter. President, u heeft het woord. Dank u wel, meneer voorzitter. Leden van het Kracht College. Op 1 oktober is het onderwijsproces weer begonnen in ons land. De voorzitter, de leden van de regering, de vicepresident, de first lady en ikzelf hebben verschillende scholen bezocht om persoonlijk onze scholieren en studenten succes te wensen en aan te moedigen dat zij zich zo goed mogelijk moeten gaan inzetten. Maar ook om de scholieren en studenten uit te leggen waarom het onderwijsproces is veranderd. Het onderwijsproces, meneer voorzitter, is namelijk anders ingericht in verband met de COVID-19-pandemie, die zoals u weet ook in Suriname ons verplicht om ter bescherming van de volksgezondheid de noodzakelijke maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is het onderwijs aan de COVID-19-situatie aangepast. Er zijn aangepaste klaslokalen en er worden op alternatieve manieren lesgegeven, meneer voorzitter. De zogenaamde afstandsonderwijs, les via de radio, televisie, computer en smartphone, voorkomt zoveel mogelijk contactmomenten en beperkt daarmee het risico op de verspreiding van het COVID-19-virus. Tegelijkertijd, meneer voorzitter, is het ook het onderwijscurriculum aan de alternatieve manieren van lesgeven aangepast. Wij willen niet dat onze scholieren en studenten achterstanden inlopen. We willen niet dat onze scholieren namelijk in een situatie terechtkomen waarbij ook voor ouders er een onduidelijke situatie ontstaat. De regering zet zich daarom in, meneer voorzitter, dat terwijl wij
de COVID-19 situatie in acht moeten nemen dat het schooljaar 2020-2021 een succesvol schooljaar zal moeten zijn. Het garanderen van goed onderwijs vormt een van de belangrijkste fundamenten van ons regeerbeleid. De voorzitter, alle burgers van ons land moeten de kans hebben om vooruit te komen, om zich verder te ontwikkelen en te scholen. Goed onderwijs is in de visie van deze regering een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste randvoorwaarden voor zowel persoonlijke als ook collectieve ontwikkeling en vormt de basis voor het bevorderen van welvaart, welzijn en gelijke kansen voor iedere burger van ons land. Meneer voorzitter, goed onderwijs zorgt er tevens voor dat we trotse Surinaamse samenleving kunnen realiseren die deze regering voor ogen heeft. Een pluriforme samenleving, een moderne samenleving waar sprake is van eenheid en diversiteit, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, gelijkwaardigheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen, gelijkwaardigheid tussen diverse religieuze en etnische groepen die ons land rijk zijn. Een samenleving die fundamenteel gebaseerd is op de universele rechten van de mens. Meneer voorzitter, ik heb het namelijk vaker gezegd. Ons regeerbeleid zal gericht zijn op de ontwikkeling van onze natie op lange termijn. Beleid dat niet alleen gericht is op het winnen van de volgende verkiezingen, maar beleid dat gericht is op de daadwerkelijke winnaars van ons regeerbeleid, namelijk de volgende generatie, en dat zijn onze kinderen, onze opvolgers, meneer voorzitter. Het beleid van deze regering is gericht op het realiseren van welvaart en welzijn, niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de volgende generaties en de generaties daarna. Meneer voorzitter, aan onze kinderen en onze kleinkinderen en onze kindskinderen zijn wij dat verplicht. Die moeten het beter hebben dan wij het nu hebben, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, we streven ernaar dat onze kinderen, onze opvolgers een zodanig onderwijs en scholing mee kunnen geven dat zij ons geliefd Suriname naar een hoger niveau kunnen tillen. We willen dat onze kinderen het beter doen. Beter dan wij het doen, meneer voorzitter. En daarvoor, meneer voorzitter, leden van uw geachte college, zullen wij moeten investeren in het onderwijs. Daarom is het garanderen van goed onderwijs een van de belangrijkste fundamenten van ons regeerbeleid. En is het dan ook dat wij dit beleid tot kern verheffen, meneer de voorzitter. Voorzitter, we stellen vast dat het onderwijs verwaarloosd is en achterloopt op de behoeften van de economie en de samenleving. De armoede in Suriname hangt nauw samen met sociale achterstand en de kwaliteit van het onderwijs. Dit komt onder andere door een mager onderwijsbeleid, een tekort aan gekwalificeerde leraren, gebrekkige infrastructuur en leer- en lesmaterialen, meneer voorzitter. Het trieste gevolg daarvan is dat er matig wordt gepresteerd op vele scholen en dat er schoolverlaters zijn. Het gebrek aan goed beleid zorgt ervoor dat over het algemeen een discrepantie is tussen wat onderwijs levert en wat de markt, de werkgevers, het bedrijfsleven en de overheid vragen. Veel werknemers vinden dat ze niet goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, terwijl werkgevers de behoefte hebben aan beter geschoold personeel. Kortom, meneer voorzitter, er is een sterk gebrek aan een deugdelijk onderwijsbeleid en een gebrek aan institutioneel kader. En dit moeten we allemaal gaan veranderen. Daarom zal de regering landelijk een forse inhaalslag maken op het onderwijs. En we hebben dat al ingezet, meneer voorzitter. Er zal gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op elk niveau. Een betere organisatie, een hoger rendement en goede afstemming op de behoeften van de markt. Elke leerling en student moet hierbij zonder probleem de school kunnen bezoeken. De kosten, meneer voorzitter, mogen hierbij geen belemmering vormen voor de participatie in het onderwijsproces. Het hoger onderwijs met speerpunten van innovatie en onderzoek zal meer aandacht krijgen. In de wederopbouw van het onderwijs zal aandacht zijn voor ICT-afstandsonderwijs, zodat kinderen overal in het land meer flexibel onderwijs kunnen volgen. Het onderwijs zal overal in ons land bereikbaar moeten zijn.
De voorzitter, onderwijs is onderdeel van het integraal beleid voor de resorten en wijken en voor de dorpen in het binnenland. De voorzitter, in de visie van deze regering, onze regering, is onderwijs de belangrijkste factor in de ontwikkeling van het land. Het onderwijs dient daarbij niet op zichzelf te staan, maar onderdeel te zijn van een breder ontwikkelingsbeleid. De uitgangspunten daarbij zijn dat het onderwijs kwalitatief en hoogwaardig moet zijn, bereikbaar moet zijn en betaalbaar moet zijn. Het onderwijs zal ook beter moeten aansluiten op de behoeften van de markt, primair de Surinaamse markt, maar ook op de wereldwijde markt. Meneer voorzitter, de maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21ste eeuwse vaardigheden nodig om hierop voor te bereiden. De zogenaamde 21st century skills, meneer voorzitter. Niet alleen kennis opdoen, maar ook vaardigheden. Met name analytische vaardigheden, kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, communiceren en uiteraard de ICT en media vaardigheden. De voorzitter, ons is onderwijs en niet alleen om maatschappelijke vragen op te lossen. Het gaat om meer dan dat. Persoonsvorming, voorbereiden op maatschappelijke integratie en kwalificatie. Alleen met deze insteek kunnen we onze kinderen, onze scholieren en studenten klaarstomen voor een grote uitdaging in de maatschappij. We moeten ons realiseren dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen in Suriname. De voorzitter, er zal een enorme economische en maatschappelijke ontwikkeling plaatsvinden, die het gevolg is van de aankomende exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen. Dit zal voor onze kinderen vereisen dat zij zich probleemloos in deze veranderende maatschappij kunnen integreren en dat zij kunnen meegaan. Tegen de achtergrond van al het voorgaande zal het onderwijs dan ook breder gebracht moeten worden dan alleen een taak van de overheid. Er zal meer partnerschap gezocht moeten worden tussen overheid, bijzonder onderwijs en particulier onderwijs. Er zal ook partnerschap gezocht moeten worden met bedrijfsleven, zodat onderwijs meer aansluit op de behoeften. Partnerschap in het onderwijsproces leidt tot synergievoordelen, meneer voorzitter. Iedereen heeft daarbij belang. Maar voorop staat, meneer voorzitter, te alle tijden dat onderwijs alle kinderen de kans moet bieden om hun talenten en ambities te ontplooien, ongeacht hun herkomst, seks of sociale klasse of religieuze of etnische afkomst. Het moet niet uitmaken of zij van het binnenland, het district of stad afkomstig zijn. Meneer voorzitter, we willen dat alle kinderen, alle scholieren en studenten zich hoogwaardig kunnen ontwikkelen. En deze regering zal daarvoor zorg dragen. Dat garandeer ik u, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, daarom gaan we werken aan een doelmatige en rechtvaardige spreiding van schooltypes en scholen, het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in de verafgelegen gebieden en districten. Via gerichte campagnes worden ouders bewust gemaakt van het belang van onderwijs voor hun kind en dat ook deze ouders een verplichting hebben om hun kinderen dat onderwijs te bieden. Meneer voorzitter, hierbij zal een speciaal accent gelegd worden op de ontwikkeling van achtergestelde buurten. We willen namelijk dat juist deze buurten zich in het bijzonder gaan ontwikkelen. Dat ghettovorming wordt tegengegaan, want wij geloven er heilig in dat een ieder, alle kinderen, mits wij als regering zorg dragen voor de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden, mits wij als regering zorg dragen voor de aanwezigheid van de juiste begeleiding, mits wij als regering financiële barrières wegnemen, dat ieder kind, ongeacht uit welke buurt men ervoor zich kan ontwikkelen, tot volwaardige burger van ons land en daarbij in alle opzichten economisch en maatschappelijk kan participeren. Alle onderwijsprogramma's op alle scholen zullen worden geëvalueerd en aangepast. Leerkrachten en docenten zullen op alle scholen regelmatige trainingen krijgen. Meer opleidingen zullen worden geaccrediteerd. Verder investeren in wetenschapsbeleid en technologische innovatie is dringend nodig. Meneer voorzitter, de opzet
en oprichter van een technologisch platform voor afstandsonderwijs, distance learning, en de bevordering van vormen van levenslang leren, lifelong learning, zal worden aangepakt. Het wettelijk kader voor duidelijk onderwijs zal worden geïnventariseerd, geëvalueerd en het herziend wettelijk kader zal versneld moeten worden geïmplementeerd. Tegen de achtergrond van de sociaal-economische en maatschappelijke veranderingen, meneer voorzitter, moeten wij ook veel tijd hierin gaan investeren. In de urgentiefase van ons regeerbeleid zijn we thans bezig met het doorlichten van het ministerie van Onderwijs, het vaststellen van aanwezige deskundigheid en welke deskundigheid ontbreekt en het inventariseren en evalueren van alle lopende onderwijsprojecten en het effect daarvan. We zullen ook alle scholen landelijk evalueren op de staat waarin zij verkeren en ik doe hierbij op gebouwen, de leermiddelen en de overige faciliteiten die essentieel zijn om een deugdelijk onderwijsproces te kunnen waarborgen. In de stabilisatiefase van ons regeerbeleid zullen we dan de deficiencies die wij tijdens de urgentiefase hebben vastgesteld versneld adresseren, zodat het onderwijsproces in ieder geval op redelijk niveau kan worden voortgezet. Meneer voorzitter, voor zullen de scholen weer worden versterkt en zal het onderwijs worden verbreed. Er komen meer scholen en instellingen in alle districten, binnenland en stad, zowel lager school als ook middelbaar en hoger onderwijs. De scholen dienen te worden voorzien van betere voorzieningen voor sport en recreatie. De ICT-voorziening op scholen zal moeten worden verbeterd en zal extra aandacht besteed worden aan speciaal onderwijs. Meneer voorzitter, het stelsel van beurzen en studiefinanciering zal moeten worden herzien. Leningen voor studies zullen door de overheid moeten worden gefaciliteerd. Maar ook de terugbetaling van die leningen, zowel nieuwe leningen als bestaande leningen, moet draaglijk zijn. Wij willen bevorderen dat studenten zich verder scholen en ontwikkelen en daar is een goed stelsel van studiefinanciering voor nodig. Meneer voorzitter, in de visie van de regering kan en mag een gebrek aan financiële middelen nimmer een reden zijn dat een kind niet naar school kan, niet kan studeren of zich niet verder kan ontwikkelen. De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het onderwijs moeten gegarandeerd zijn. Voor zij die het niet kunnen betalen, meneer voorzitter, zullen speciale voorzieningen getroffen moeten worden. En ik herhaal in de visie van deze regering, onderwijs is de belangrijkste factor in de ontwikkeling van ons land. En ontwikkeling doen we samen met de burger, samen met een ieder in ons land. Daarom moeten we die brede toegankelijkheid van ons onderwijs garanderen. We kunnen ons niet anders permitteren, meneer de voorzitter. Uiteindelijk zal binnen de stabilisatiefase een breed gedragen nationale visie met een duidelijk actieprogramma voor het Surinaams onderwijs moeten worden ontwikkeld met betrokkenheid van alle relevante stakeholders. In deze nationale visie, meneer voorzitter, moet duidelijk worden aan wat voor soort afgestudeerden de markt behoefte heeft. Op welke ICT-gebruik moet worden afgestemd. Welke wetten nodig zijn dan wel veranderd moeten worden. En hoe de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het onderwijs ten alle tijde voor iedere burger gegarandeerd zal moeten zijn. Meneer voorzitter, het garanderen van goed toegankelijk en betaalbaar onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten van ons regeerbeleid en is dan ook binnen dat beleid tot kern verheven. Onderwijs moet technisch duidelijk zijn en goed in elkaar zitten. Hoogwaardig onderwijs. Het curriculum moet zijn afgestemd op de behoeften van de Surinaamse markt en de wereldwijde behoeften. Onze kinderen moeten, zoals eerder gezegd, die 21st century skills vaardig zijn. En het onderwijs moet gericht zijn dat onze kinderen voorbereid zijn op de aankomende sociaal-economische en maatschappelijke veranderingen in ons land. De boost en ontwikkeling door de oliefonds. Het onderwijs zal overal in ons land bereikbaar moeten zijn voor elk kind. Bereikbaar in fysieke zin,
Onderwijs is onderdeel van het integraal beleid voor de resorten en de wijken en voor de dorpen in het binnenland. Bereikbaar in financiële zin, gebrek aan geld kan geen reden zijn zoals eerder gesteld dat een kind geen toegang heeft tot onderwijs. Bereikbaarheid van onderwijs met medewerking van de ouders. We zullen de juiste voorlichting moeten geven aan de ouders hieromtrent. Meneer voorzitter, goed onderwijs is in de visie van deze regering fundamenteel, instrumenteel voor ontwikkeling in alle geledingen van onze samenleving en in de breedst mogelijke zin. Goed onderwijs zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg, want het onderwijs zal meer en beter geschoolde zorgverleners afleveren, zoals artsen, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten. Goed onderwijs zorgt voor verbetering van veiligheid. We zullen meer en meer geschoolde politiemannen en vrouwen krijgen. Vervolgens ambtenaren, militairen, rechters en advocaten. Tegelijkertijd zorgt onderwijs voor vermindering van armoede, waardoor ook de criminaliteit zal dalen, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, goed onderwijs zorgt voor verbetering van onze economie. We zullen meer en beter geschoolde vaklieden, economen, bedrijfskundigen, technici, toerisme-deskundigen, mijnbouwdeskundigen, olie- en gasdeskundigen afleveren. Goed onderwijs zorgt voor een versterking van onze cultuur, studies gericht op de Surinaamse literatuur en conservering van het Surinaams cultuurgoed en onderzoek naar onze geschiedenis, maar ook talenstudies en andere culturele studies, meneer de voorzitter. En zo kan ik, meneer de voorzitter, eindeloos doorgaan op welke gebieden onderwijs de nodige ontwikkeling kan brengen in onze samenleving. Dit is ontelbaar. Meneer de voorzitter, zie daar waarom deze regering het garanderen van goed onderwijs als een van de belangrijkste fundamenten van ons regeerbeleid beschouwt en dat ook tot kern heeft verheven. Meneer de voorzitter, ten aanzien van de start van het schooljaar 2020, we hebben ons persoonlijk georiënteerd als regering op de verschillende scholen en hebben ook de verschillende scholieren en studenten toegesproken. Het huidige schooljaar zit vol uitdagingen die het gevolg zijn van de COVID-19-pandemie. We zullen allemaal de nieuwe maatregelen en aan deze nieuwe stijl van onderwijs moeten wennen. Het is niet anders. Dit is hoe de samenleving er voorlopig uit zal zien, zolang er geen oplossing is voor het COVID-19-virus, meneer de voorzitter. En dat geldt ook voor ons onderwijs, dat geldt ook voor onze scholen. Aan de ouders vraag ik, meneer de voorzitter, via uw parlement, dat uw kinderen er steeds opnieuw aan herinnert om de COVID-regels te alle tijden in acht te nemen. U heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid in de beperking van verspreiding van het COVID-virus. Meneer de voorzitter, aan de leerkrachten vraag ik via het parlement dat u hard eraan werkt om, ondanks de grote uitdagingen die we hebben, dit schooljaar tot een productief schooljaar te maken, waarin u het beste resultaat voor alle leerlingen en studenten nastreeft. En ik kan u bevestigen, meneer voorzitter, we zijn gegaan naar de scholen en de motivatie, het moraal is enorm hoog. Ondanks de COVID-dreiging en ondanks de beperkingen en dat men ieder, meneer voorzitter, dat als een uitdaging ziet. Om ondanks COVID toch beter te gaan presteren aan schoolresultaat, meneer de voorzitter. Aan de scholieren en studenten wil ik via uw parlement het volgende meegeven, meneer de voorzitter. We weten dat de scholieren en studenten het niet makkelijk hebben. We weten dat het land zich nu op een kruispunt bevindt. Vol uitdagingen en een moeilijke situatie. We zitten midden in een pandemie dat ook in Suriname grote gevolgen heeft. We zitten midden in een financiële crisis als gevolg van onverantwoordelijke uitgaven en corruptie en de gevolgen van COVID-19. En als gevolg van deze zaken, meneer de voorzitter, hebben we helaas te kampen met grote armoede in de samenleving. We weten dat deze drie crises het de studenten en het onderwijsproces niet makkelijk zal maken. En dat dit ook haar weerslag heeft op de prestaties en motivaties van studenten. En voor sommigen
lijkt misschien de situatie uitzichtloos, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, voor deze studenten sta ik hier met een boodschap van hoop. Met een boodschap van vertrouwen, met een boodschap van visie. Dat deze regering dag en nacht werkt om de crisis op te lossen, meneer de voorzitter. En ik zeg u, we werken letterlijk dag en nacht om de crisis op te lossen, meneer de voorzitter. We werken ook voor deze scholieren en dat deze scholieren het beter zullen hebben dan wij. We werken niet alleen voor de volgende verkiezing, ik herhaal. We werken niet alleen voor die volgende verkiezing, maar we werken dag en nacht voor die volgende generatie. De voorzitter, situatie is niet uitzichtloos. Met het juiste beleid, de juiste deskundigen, het juiste institutioneel kader zullen wij de crisis oplossen. Inmiddels zijn we op het punt dat de oplossingen voor de crisis langzamerhand worden uitgekristalliseerd. Stap voor stap komen wij er dichterbij, meneer de voorzitter. Ja, er zullen maatregelen moeten worden genomen om het land uit de crisis te halen. Maar wij zullen alles aan doen om de armen, zwakkeren, scholieren en studenten te ontzien, meneer de voorzitter. Het onderwijsproces zal ongestoord moeten doorgaan, zoveel mogelijk ongehinderd door de maatregelen van de financiële crisis, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat onze studenten met beleid van de regering, met het juiste institutioneel kader, met het handelen volgens wet en recht, rechtmatigheid en rechtvaardigheid en vooral met hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar onderwijs, dat zij welvaart en welzijn kennen in ons geliefd land. Zoals u en ik dat nooit eerder hebben kunnen ervaren, meneer de voorzitter. En dat gun ik hen. Wij, deze regering, gunnen onze kinderen, onze scholieren, onze studenten het allerbeste. Ze verdienen niet minder dan dat. Want zij hebben niet ervoor gezorgd dat wij in deze financiële crisis zijn terechtgekomen, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, het begin van het nieuwe schooljaar is omkleed met uitdagingen. Uitdagingen in de sfeer van COVID, uitdagingen in de sfeer van verzwakt institutioneel kader. Maar tegelijkertijd heeft u hier een regering die voor u werkt, die ervoor zal zorg dragen dat deze uitdagingen op de juiste manier zullen worden aangepakt. Die ervoor zal zorgen dat onze kinderen, onze scholieren en studenten niet het slachtoffer worden, maar juist zal zorgen voor verbetering van het onderwijs. De voorzitter, en ik herhaal nogmaals, deze regering beschouwt het garanderen van goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk onderwijs als een van de belangrijkste fundamenten van ons regeerbeleid. Dat kan ik u verzekeren. De voorzitter, ik dank u voor uw aandacht en de minister van Onderwijs zal nader ingaan op de verschillende onderwijsvraagstukken. Dank u wel, de voorzitter. Dank u wel, president. Dan gaan we naar de minister van Onderwijs. Minister Onderwijs heeft het woord. Mag de minister van Onderwijs het woord? Ja. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter en geachte leden van uw college. Nog nooit eerder, meneer de voorzitter, is een schooljaar van start gegaan in zo'n crisis als die wij vandaag meemaken. De COVID-crisis en de sociaal-economische crisis drukken zwaar op het proces. En er is geen bond die op dit moment rustig zit te kijken wat er gebeurt. Terwijl we pas 2 weken de deuren van het onderwijs hebben geopend en iedereen nog een beetje moet wennen aan die hele nieuwe situatie, kijken de bus- en boothouders uit naar tariefsverhoging voor het vervoeren van leerkrachten en leerlingen. De onderhandelingen worden gevoerd door de minister van TCT en mijn persoon aanstaande dinsdag. Dat is een vervolggesprek. De bus- en boothouders die op achterstallige betalingen wachten, hebben eerder al niet gevaren of gereden. Ze hebben recht op hun betaling omdat ze toen hun diensten
hebben geleverd. De achterstanden lopen enorm op. Maar wij moeten ze betalen. De protestactie van de bus- en boothouders heeft wel tot gevolg gehad dat 38% van de scholen in het binnenland nog niet zijn begonnen. Het Nationaal Leger kan helpen met transport tot Albina, maar zij hebben niet de mogelijkheid om ons ook over de rivier te helpen. Wij proberen alles op alles te zetten om de betalingen aan de boothouders toch nog zo snel als mogelijk rond te krijgen. De minister van Financiën heeft zijn medewerking al verleend, maar de betalingen zijn helaas nog niet geschied. Meneer de voorzitter, ik prijs mij gelukkig dat ik het bureau Onderwijs Binnenland weer bijna operationeel heb, omdat het binnenland echt bijzondere aandacht vereist. Niet alleen logistiek, maar ook inhoudelijk, curriculumtechnisch en wat de veiligheid betreft. Wij investeren daar zwaar in en weten dat we de problemen die wij nu zien kunnen voorkomen en ook kunnen oplossen. Bijvoorbeeld de zwaar beschadigde school op Godoolo en de criminele inbraken in de huizen van de leerkrachten op Lokaloka, waar vooral vrouwelijke leerkrachten vaak onveilig zijn, dat gaan we echt oplossen. Met de minister van Justitie en Politie en Defensie zullen bijzondere veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid om de veiligheid van vooral de vrouwelijke leerkrachten te zorgen. De minister van OW en Defensie hebben onmiddellijk support toegezegd voor de bouw van een nieuwe school te Godoolo. Wij gaan dus daar een nieuwe school neerzetten. Gelukkig zijn dit incidenten. Het binnenland is niet onveiliger dan de stad, maar in de stad en de districten is er wel redelijke beveiliging, terwijl we dat in het binnenland zo af en toe moeten ontberen. Jammer dat de school te La Vigilancia gisteren door brand verwoest werd en kinderen tijdelijk van onderwijs verstoken zijn. Daar worden we oplossingen voor gezocht. En ook hier is de support op zijn plaats van zowel beide ministeries, Defensie en OW, die ook hier een bijdrage zullen leveren. De school te Voorburg wordt ook bruikbaar gemaakt dit kwartaal, evenals enkele scholen waarvan het plafond naar beneden is gekomen, opgevreten door houtluizen. Meneer de voorzitter, door deze incidenten is het dus up en down constant. Het is een up en down situatie. En toch mag ik zeggen dat we langzaam de goede richting opkoersen. Dat gaat echter niet zomaar. Elke regel die ik hier oplees kost ons uren, dagen, weken en maanden van hard werk als het om de uitvoering gaat. En expertise is zeer schaars. Maar de vierde week van oktober zijn alle scholen weer aan het werk. Dat is gegeven de crisis een goed resultaat. Mijn collega's in Guyana en Jamaica zijn veiligheidshalve niet opgestart. De scholen zijn daar gesloten gebleven. Veel landen werken nu volledig online tot volgend jaar. De scholen gaan niet open. Bepaalde landen gingen wel open en moeten weer sluiten. Wij hebben het als samenleving tot nu toe dus vrij goed gedaan. Dankzij iedereen die goed meehelpt,
de leerkrachten, schoolleiders, ouders en de samenleving die heel veel bijdraagt. Maar we zijn er nog lang niet. De regering, inclusief de president hemzelf, hebben scholen bezocht. Dat is zeer goed overgekomen. Maar u heeft het zelf gezien en kunnen horen hoeveel er nog gedaan moet worden. De achterstand in de afgelopen jaren is enorm gestegen. De scholen zijn niet onderhouden. De plafonds worden opgevreten door vleermuizen en houtmuizen. Er is enorm veel werk te doen. Ik heb die scholen zelf bezocht. En we hebben een crisisprogramma moeten opstellen om op zijn minst het gevaar van de vleermuizen troep op de kinderen hun tafeltjes te laten verwijderen. Maar ik kan niet zeggen dat als je 10 jaar niet naar een houten school kijkt, dat op dit moment bijna allemaal krotjes zijn. En we hebben een enorm groot onderzoek gedaan. Alle 600 scholen en gebouwen van het ministerie zijn nauwkeurig in kaart gebracht. Zeer nauwkeurig in kaart gebracht. Ik weet precies wat 1 school me gaat kosten. Ik weet precies wat de regering zal moeten opbrengen als we al die scholen willen repareren. Maar een groep van meer dan 60 studenten van de technische faculteit hebben met ons gewerkt en ze hebben alle scholen stuk voor stuk nadrukkelijk in kaart gebracht met foto's en al en gedetailleerde beschrijving van wat er gerepareerd moet worden. Wanneer ik tegen u zeg dat het niet in 1 dag geregeld kan worden, dan heeft het te maken met evidence-based policy making. Ik wil gewoon weten hoe het er precies uitziet bij die scholen. En deze 60 studenten van de technologische faculteit hebben een fantastische job gedaan en het rapport is daar. Nu kan ik werken. Nu kan ik beginnen met stap voor stap de scholen die er het slechtst aan toe zijn te repareren. Meneer de voorzitter, de vraag of er veel leerstof verloren is gegaan, jazeker. Maar dat is in de hele wereld het geval. En reken maar op dat het vaker zal voorkomen dat we hier en daar een besmetting op school zullen tegenkomen. En dat we weer hier en daar zullen moeten sluiten. Reken er ook op dat scholen onbruikbaar worden als zich calamiteiten voordoen. We kunnen het niet altijd overzien, maar we rekenen op onze technische diensten die onze scholen nu volledig in kaart hebben gebracht. Ondanks dit alles, ondanks de hele slechte scholen, hebben we de durf gehad de scholen die wel veilig waren te openen. Daarom zijn we ook heel klein begonnen, waardoor de incidentjes goed opgevangen konden worden. We hebben voorzorgsmaatregelen op school getroffen. Het is niet perfect. Maar voor de kleine groepen die we ontvangen op school is het overwegend veilig. Technisch veilig, want we hebben geen kinderen toegelaten in bouwkundig onveilige gebouwen. Behalve Godolo, waar we deze week absoluut aan beginnen te werken. Hygiënisch veilig, omdat we zoveel als mogelijk gelet hebben op de aanwezigheid van water, zeep en ventilatie. En curriculum technisch veilig. En daarmee bedoel ik, we kunnen ons de achterstanden veroorloven. Omdat in de hele wereld thans anders wordt gekeken naar achterstanden op school. En gelooft u mij, we zijn met die wereld in contact. Zeer regelmatig. Het zou te ver voeren hier uit te leggen. Maar in het kort gezegd, het onderwijs gaat veranderen. Uit het hoofdleren gaat verdwijnen. En het maakt ruimte voor onderwijs dat past in deze 21ste eeuw. In deze concrete COVID-crisis
stappen wij toch die 21ste eeuwse schoolwereld binnen. Hoe ziet dat er nu op dit moment uit? Leerlingen mogen ons helpen te werken en wij laten ze niet alleen. We werken samen, we mogen helpen met behulp van radio, televisie en speciaal ontwikkeld geprint materiaal en waar mogelijk programma's online. Dit alles is in ontwikkeling. Het gaat stap voor stap, omdat er ook veel training nodig is voor de ontwikkelaars van het curriculum en voor de leerkrachten die met deze nieuwe stijl moeten omgaan. En het is precies hier waar heel veel geduld wordt gevraagd. Wij werken met duizenden mensen. We zijn geen klein ministerie met maar 500 medewerkers. We hebben maar liefst 17.000 mensen en die moeten de kans krijgen om langzaam op hun tempo iets nieuws te bouwen. Gun ze die tijd. Het is goed als de ouders de leerlingen en studenten stimuleren om hard te werken. Maar van de ouders mag niet verwacht worden dat zij het werk van de leerkracht moeten overnemen. Dat lukt niet. De leerkracht werkt zelf met de kinderen en geeft duidelijke instructies voor het thuiswerken. In totaal heeft elke leerkracht nu maximaal 15 leerlingen in de klas, waardoor de kwaliteit van zo'n schooldag ook beter is dan voorheen. Het is wennen, het is trainen, het is evalueren, het is bijstellen, maar het is vooral doorgaan. Maar we zijn begonnen. Heel voorzichtig, langzaam, klein, overzichtelijk, stap voor stap. Helaas moet ik toegeven dat veel studenten afhaken omdat studeren moeilijk te financieren is en er nog geen middelen zijn voor een studieleningenfonds. Ook van de instituten voor hoger onderwijs en de universiteit wordt verwacht dat zij creatief moeten inspelen op een totaal andere wereld dan ze normaliter gewend zijn. Studenten kunnen de collegegelden en de kosten voor levensonderhoud en ziektekostenverzekering niet meer zelf opbrengen. En ouders kunnen hun kinderen in het buitenland niet onderhouden vanwege de hoge, voor velen onbetaalbare koers voor de dollar. Met name de minder draagkrachtige studenten die een beurs accepteerden, bijvoorbeeld in Rusland, houden het niet meer vol terwijl de onerbarmelijke winter eraan komt. Meneer de voorzitter, er zijn afgestudeerden uit Rusland die heden ten dagen bijvoorbeeld bij Staatsolie werken en op de Universiteit van Suriname een hele goede bijdrage leveren. En eerder bij Suralco en Billiton. Bij temperaturen van min 30 graden Celsius hebben zij boortorens op de boortorens die naar olie drilden gestudeerd. We hebben ze goed ingezet hier in Suriname. Onze studenten studeren in de Verenigde Staten van Amerika, in China, in Nederland, in Cuba, in Brazilië en nog heel veel andere plaatsen in de wereld. Het is goed. Het verbreedt hun scope en het verbreedt de scope van Suriname. Zij verdienen onze steun, maar onze studenten hier in Suriname, die verdienen onze volledige steun. En die steun kan vele vormen aannemen. Slechts één daarvan is het studieleningenfonds. En daar gaan we snel aan werken. De minister van Financiën en ik zijn daar met elkaar over in contact. De moeilijkste crisis, meneer de voorzitter, is toch de COVID-crisis. Die wordt nog niet echt goed begrepen. Ik denk dat iedereen weer blij is om naar school te mogen. Dat zelfs de leerkrachten toch naar school gaan, ook al voelen ze zich even niet goed. Zonder echt ziek te zijn, bleken die leerkrachten echter besmet. En hebben wij veiligheidshalve twee scholen gesloten. En vanmorgen zijn ook delen van de universiteit gesloten, met name de administratieve diensten en bestuursruimte,
omdat ook daar besmettingen zijn voorgekomen. Met de professionele hulp van biologie worden overige leerkrachten en leerlingen, docenten en medewerkers heel goed begeleid. We raken steeds beter in het beschermen van ons onderwijsgemeenschap en de samenwerking met de volksgezondheidsautoriteiten is bijzonder goed. En ik wil benadrukken dat alleen de instructies van BOG en uw arts gevolgd dienen te worden. Ik kan dat niet voldoende benadrukken. Probeert u niet uw eigen dingen te doen, dwars door de protocollen en instructies van de medische autoriteiten. Ik praat hier tot 17.000 mensen die allemaal hun eigen opvatting zo af en toe hebben, maar we zijn verplicht ons te houden aan de instructies van de autoriteiten van volksgezondheid. En die protocollen worden steeds bijgesteld. De gewijzigde protocollen zullen zelf door volksgezondheid doorgegeven worden, want ze zijn opnieuw gewijzigd en opnieuw zullen onze leerkrachten zich moeten aanpassen aan de nieuwe protocollen van volksgezondheid. Ik denk dat het volgende week gebeurt. Elke keer als de situatie wijzigt, komt er een update. Maar stap voor stap, langzaam en begrijpelijk. Wij ondersteunen de updates. Dus de wijzigingen ondersteunen we met voldoende creatief materiaal, zoals posters en video's. En die moeten allemaal gemaakt worden door mijn staf. Ten slotte, meneer de voorzitter, het ministerie zelf verandert noodgedwongen ook. Met een verantwoordelijkheid voor een staf van 17.000 en leerlingen en studenten aantallen van 144.000, moeten wij wel meegroeien als ministerie. Zo zullen we veel meer verantwoordelijkheden decentraliseren naar de schoolleiders. Niet alles zal meer vanuit het hoofdkantoor beslist worden. Wij zelf hebben ook niet overal een antwoord op. Samen met hun schoolomgeving kunnen schoolleiders sneller en efficiënter tot oplossingen komen. Gedeelde verantwoordelijkheid maakt ons sterker. Verder verdwijnen oeroude regels die passen in de vorige eeuw. En zullen wij veel beter omgaan met onze collega's die in het veld werken. Het begint met wederzijds respect en waardering voor elkaars werk. U sprak over de veiligheid van vrouwen. De oeroude regels die wij kennen op het ministerie van Onderwijs zijn niet in het voordeel van vrouwen. En ik mag u meedelen dat wij al een hele tijd bezig zijn die regels te doen verdwijnen. Een klein voorbeeldje van vorige week. Het is namelijk verboden voor vrouwen die in verwachting raken om langer in dienst te zijn in het eerste jaar dat ze met ons een contract hebben. Die regel bestaat nu niet meer. Het behoort tot het verleden, want het is echt geen vriendelijke regel naar vrouwen toe. Dit is slechts maar één voorbeeldje. Het voorbeeld dat ik u gaf van Luca Luca is ook maar één voorbeeldje. Maar er zijn tientallen voorbeeldjes waarbij vrouwen die werken in die onderwijswereld niet veilig zijn en bedreigd worden. En ik ben blij dat mijn collega's van justitie en politie en defensie mij te hulp schieten en veiligheidsmensen zullen opleiden om vooral de vrouwen die in het binnenland werken te beschermen. Nogmaals, het binnenland is niet onveiliger dan de stad, maar daar ontbreken de veiligheidsinstituten soms. Er zijn ook heel veel dorpen, dus je kunt niet overal die veiligheid hebben, maar nu gaan we ze wel hebben voor onze leerkrachten en zeker voor onze vrouwelijke leerkrachten. Meneer de voorzitter, we nodigen de samenleving uit ons kritisch te blijven volgen, te blijven schrijven. Opbouwende kritiek is van harte welkom. We staan daar open voor. Maar we zijn vooral dankbaar voor de inzet van de leerkrachten en de schoolleiders, de staf van het ministerie, de ouders en het bedrijfsleven en de samenleving
want zonder hun materiële en immateriële steun hadden we het niet gered. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u wel, minister. President, zijn er nog sprekers vanuit de regering? Dank u wel, meneer voorzitter. Zo zijn er flankerende ministeries naar het onderwijs toe. De ministers zijn beschikbaar als er vragen zullen zijn. Om dan in te gaan op die zaken die vallen onder verantwoordelijk van andere ministeries, meneer voorzitter. Ik heb u nu zo goed begrepen? Ja. Ja. Dank u wel, meneer voorzitter. Er zijn andere flankerende ministeries hier ook aanwezig. Okay. Die ook raakvlakken hebben met onderwijs, maar zij zijn beschikbaar als er vragen komen vanuit... U kunt ze aankondigen? Ja. Nee, maar ze gaan in als er vragen zijn naar hun ministeries toe. Oké, okay, dan dank u wel, president. Dan gaan we naar, volgens onze afspraak, naar de leden van de commissie van onderwijs. We, in die commissie zitten mevrouw Mangre, lid Akim Botto, lid Dijkstee, Lusje, Etnel, Bouva, Jordan. Behoefte, lid Mangre, heeft het woord. En de afspraak is dat een lid maximaal 8 minuten heeft. Ja? Dank u wel, voorzitter. Staat er mij toe om dat zonder een mondkap te doen? Ik zal proberen om snel te praten, want ik heb maar 8 minuten. Geachte voorzitter, het is inderdaad de zoveelste keer dat we vernemen dat een vrouw weer slachtoffer is geworden van een lafhartige daad, een dodelijk geweld. Ook leerkrachten zijn slachtoffer geworden van dit geweld. De ondraaglijke pijn is niet te beschrijven. Mijn hart bloedt en ik zeg, we have the right to live and to live. Ik condoleer vanuit deze plaats de familie en wens de nabestaanden sterkte toe. Een van de uitdagingen waarmee we in Suriname te kampen hebben, is de COVID-19 situatie. Door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn er maatregelen getroffen om het school- en academisch schooljaar te starten. Mijn complimenten aan de regering, CQ, de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, om in deze crisissituatie van COVID toch de school te doen opstarten. De huidige realiteit geeft niet de indruk dat bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 COVID-19 tot het verleden zal behoren. Dit betekent dat er deels of misschien zelfs volledig gebruik gemaakt zal worden van afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs heeft in de afgelopen periode een bijzondere ontwikkeling en groei meegemaakt. Zouden we niet met het oog daarop free wifi in all schools moeten hebben, een investering die noodzakelijk is. De COVID-maatregelen hebben ook met zich meegebracht, voorzitter, dat klassen worden gehalveerd en door het om de ene dag naar school gaan, ook de schooluren zijn gehalveerd. Dat brengt met zich mee dat ouders in het ongewisse leven, omdat er niet een vaste dag is. En we begrijpen dat wanneer beide ouders werken, dat het voor ouders moeilijk is te plannen voor opvang thuis. Zo vaak komt het voor dat kinderen zonder toezicht thuis blijven. Maar ook voor de leerkrachten die kinderen hebben, is het moeilijk om dit probleem aan te pakken. Ik zou via u, voorzitter,
aan de regering willen vragen. Wat is het beleid van het ministerie hierop? Zijn er al oplossingsmodellen bedacht, ook voor de leerkrachten? Kortom, de secundaire onderwijsfaciliteiten zijn die al geregeld. En misschien kunnen we via onze COVID-fonds een ondersteuning bieden voor extra uitgaven die leerkrachten, maar ook ouders maken voor opvang en begeleiding van hun kinderen. Maar ook bustransport is nog niet geregeld. Ik heb begrepen, zeker op een aantal scholen, maar ook in de districten, met name Saramaka en Ikeri, rijden de schoolbussen nog niet. En voor ouders is het niet betaalbaar om de kinderen met de bus naar school te sturen. Worden er extra bussen ingezet, omdat we vanwege COVID nou minder kinderen in de bussen hebben? Wat is de oplossing, minister, voorzitter, via u aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur? We merken ook dat terwijl een aantal scholen zijn opgestart, er ook nog scholen zijn die niet zijn opgestart. Met name, er zijn een aantal leerkrachten van het binnenland nog in de stad, vanwege het feit dat er een betalingsachterstand is voor bus- en boothouders. Graag, voorzitter, via u aan de regering, of de betalingen al zijn geschied, zodat de leerkrachten naar het binnenland kunnen afreizen en het onderwijsproces kunnen herstarten. Er is een oriëntatiebezoek geweest onder leiding van de voorzitter van het parlement, de heer Marinus B. en de ondervoorzitter van DNA met een aantal parlementariërs. We zijn geweest naar een aantal scholen en dat is de Tarisius School, OS Latour 1 en 2 en Mulo Latour. We hebben een aantal maatregelen, we hebben geconstateerd dat een aantal maatregelen nog niet in place zijn gebracht. En dat is geen hand sanitizers op de scholen, de toiletten zijn nog niet in orde, de scholen lopen onder water. Op Mulo Latour hebben we gezien dat er een hoog werk ligt van dievenijzer. Dat betekent dat de veiligheid van de kinderen daar in gevaar is. Graag via u, voorzitter, dat de regering aandacht heeft voor de school. Maar ook de verhoging van het schoolterrein. We hebben ook begrepen van de schoolleiders dat er niet voldoende interieurverzorgsters zijn. En tuinlieden. Dat is ook het geval in Ikeri. In Ikeri gaan zelfs de interieurverzorgsters na 1 uur naar de scholen. Dat betekent dat wanneer de kinderen naar het toilet zijn geweest, dat er geen schoonmaaksters zijn. En tegen de achtergrond van de COVID-protocollen is het noodzakelijk dat de interieurverzorgsters vanaf 7 uur op de scholen zijn. Met betrekking tot mondkap, het is vreselijk benauwd. Via u, voorzitter, aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dat we zelfs op de school hebben gezien dat de kinderen tegen 11 uur beginnen te waaien met de schriften. Ze kunnen gewoon het onderwijs niet volgen omdat het vreselijk benauwd is. Ook wij hebben het hier benauwd, laat staan de kindertjes die opgepakt zitten in de lokalen. Nu heb je weliswaar minder kinderen, maar u kunt zich voorstellen dat er helemaal geen ventilatie is op de scholen. Dus graag aandacht voor de ventilatie op de scholen. Het is niet uit te houden. Nog voor leerkrachten, nog voor leerlingen. Een ander probleem met behulp van, met betrekking tot mondkap. In de eerste klas weten we dat de basis wordt gelegd voor het leren lezen en het leren schrijven. Wanneer de kinderen nou een mondkap op hebben en ook de klassenjuf, dan kunnen ze de articulatie niet volgen. Heeft het ministerie daaraan gedacht? Hoe wordt dat probleem opgelost? Maar ook bij het vak schrijven, de kinderen leren dan voor het eerst schrijven. En dan moet de fijne motoriek worden ontwikkeld. Dus de juffrouw houdt meestal het handje vast van de leerling en oefent met de leerling op het bord. In verband met de protocollen en afstand houden, hoe wordt dat geregeld? Is er al beleid op dat stuk? Voorzitter, via u. Onderwijs staat en valt met de kwaliteit van leraren. De leraar of de leerkracht is cruciaal voor vorming van leerlingen.
Leraren zijn de dragers van onderwijs. Zij zijn het kloppend hart. Leraren zijn onmisbaar voor succes van het schooljaar. Vandaar dat ik extra aandacht vraag via u, voorzitter, aan de minister van Onderwijs. Onterechte mutaties. We zijn al 10 jaren lang slachtoffer geweest van rancune van leerkrachten. Leerkrachten moeten 1 dag voor de start van de school vernemen dat ze zijn gemuteerd geworden. Dat werkt demotiverend voor leerkrachten. Wat bij komt kijken, voorzitter, is dat zelfs de verlofdagen van de leerkrachten zijn ingepikt. Graag, voorzitter, via u aan de minister. In hoeverre worden deze verworvenheden van de leerkrachten nog voortgezet? Of worden die verlofdagen nog ingepikt van deze leerkrachten? En waarom? Dan moet ik u wel bedanken. Ja. Dank u wel. Dan gaan we naar lid Akin Botto. Is er behoefte uw zijds? Oké. Vanuit zijn plaats, lid Akin Botto. Mag lid Akin Botto het woord? Dank u wel, voorzitter. Ook van deze plaats uit graag een bijdrage willen leveren. Via u heel kort een aantal vragen naar de minister. Alvorens ik overga tot onderwijs, voorzitter, wil ik toch even vragen. We hebben informatie gehad dat 3 van de 7 ministers die afgelopen periode in het binnenland was bezoeken, positief zijn getest. Maar ik ben toch benieuwd om te weten wat er is gedaan voor de lokale bevolking al daar. Zijn er deskundigen, zijn er mensen gestuurd daar om de mensen die daar aanwezig waren te testen? Hoe zit het? Wat weten we? Wat gaat er gebeuren via u aan de regering? Wat er daarmee gedaan zou worden voor de mensen die tijdens de Grand Cru aanwezig waren? Voorzitter, met betrekking tot onderwijs. Ik denk dat een aantal belangrijke zaken naar voren zijn gebracht. En de tijd waarin we leven, natuurlijk een hele uitdaging voor ons allemaal, nieuw. En waarschijnlijk ook een goed moment om inderdaad de vraagstukken, de uitdaging die we de afgelopen jaren hebben gekend in ons onderwijs, goed aan te pakken. We praten al jaren hierover en het kwam heel langzaam op gang. En ik ben blij met de presentatie van deze minister. Zeer deskundig iemand die het onderwijsveld heel goed kent. Complimenten daarvoor. Maar voorzitter, zoals aangegeven, zijn er een aantal uitdagingen die steeds aangepakt moeten worden. Met betrekking tot de distance learning, afstandsonderwijs, gebruik van mobiel, zien we wat we krijgen uit informatie van het veld, dat ouders het toch wel moeilijk hebben om dat bij te benen, bij te houden, vooral wanneer ze beschikken over maar 1 device, waarbij alle informatie moet komen en meerdere leerlingen hebben op scholen, dat het een beetje moeilijk te managen is, dat ouders zelf stappen uit die appgroepen. Wat zullen we doen om die zaken aan te pakken? Collega heeft al hier aangedragen, beschikbaarheid van internet, beschikbaarheid tot goede kwaliteit internet, natuurlijk. Een uitdaging, hoe zullen we als land daarmee omgaan en ervoor zorgen dragen dat het verbeterd wordt. Voorzitter, met betrekking tot het binnenland, Brokopondo, met name, is hier ook aangedragen dat boot- en bushouders net niet zijn begonnen. Ik weet wel dat in Brokopondo de bushouders zijn wel begonnen met de rijden. Er is een overeenstemming bereikt met de bushouders in het district. Die hebben toegegeven dat ze hun medewerking zullen verlenen om in ieder geval te rijden. Niet overal optimaal, maar ik vraag toch aandacht dat de achterstanden die er zijn, dat die worden ingelopen, zodat er vervoer gegarandeerd blijft en dat er optimaal transport, boot- en bustransport voor de leerlingen beschikbaar zal zijn. De vernieuwing in onderwijs, zoals aangekondigd door de minister, dat juichen we allemaal toe.
even leek het alsof collega daarin zou ingaan. Maar het begint natuurlijk bij de basis. We weten dat het jaren zo geweest dat leerkrachten natuurlijk de goede nagesproken, wat heel keihard gewerkt, dat we dat goed benadrukken. Maar het is zo dat de keuze om leerkracht te worden allemaal te maken had wanneer het niet gelukt is op MULO, dan gaan we daar proberen. Of andere opleiding. Maar dat er nu bewust keuze worden gemaakt bij de opleiding voor leerkrachten. Criteria die standaarden die moeten worden gecreëerd. Zodat we daadwerkelijk bij de basis opleiden van onze generatie, onze kinderen. Dat er wel duidelijke criteria worden vastgesteld voor zij die worden toegelaten op opleiding. Om opgeleid te worden tot gekwalificeerde krachten om onze kinderen op te leiden. Voorzitter, met betrekking tot de veiligheid op school, meer in de zin van materieel dat beschikbaar is gesteld, is ook hier aangedragen. Op sommige scholen hebben we zelf gemerkt dat er een teil met water wordt gezet. Er is geen stromend water waarin de kinderen hun handen moeten wassen als ze zijn, laten we zeggen, ontsmetten of verschonen van hun hand vanwege COVID. Ik denk dat het ook deels te maken heeft met de awareness waar de minister het net over heeft gehad, dat die bewustwording op gang moet komen. Maar daarnaast ook het klaarmaken van de faciliteiten, infrastructuur, zodat er stromend water op de scholen beschikbaar zijn. Voorzitter, een laatste bijdrage is wat er zal gebeuren met de leerlingen die reeds een achterstand hadden bij het volgen, bijhouden van de lessen. Nu nog met de aangepaste systemen is er daarover nagedacht hoe deze leerlingen die extra aandacht nodig zullen hebben op de scholen om deze op te vangen, om toch wel bij te blijven. Voorzitter, dat is de bijdrage voor nu. Dank u wel. Dank u wel, lid Akimboto. Dan gaan we naar derde lid van de commissie, lid Dijksteel. Dank u wel, voorzitter. Minister, bedankt voor de uiteenzetting via u, voorzitter. Ik ben zeer ingenomen met de assessment die is gepleegd door de studenten, of tenminste de afdeling Technologische Wetenschappen van de universiteit. Want ik ga het meer daarover hebben. Het is inderdaad een uitdagend schooljaar, een extra uitdagend schooljaar, omdat COVID-19 speelt. Maar ik heb een voorstel. Sanitatie en garantie van stromend drinkwater, dan wel ondersteunende facilitaire randvoorwaarden, dan wel onderhoud daarvan, dus die sustainability, is vooral op openbare scholen, over bijna alle niveaus en zelfs op de universiteit, een waar drama. Het is meer niet functioneel dan wel. En dat al 3 tot 4 decennia lang. Ik ben al 30, 35 jaar van de lagere school. En toen was het probleem er al. En het is nog steeds niet goed opgelost. Laten wij een keer dit probleem structureel en planmatig aanpakken. Ik stel voor dat er een werkgroep wordt geïnstalleerd die op termijn van 1, 2, 3 jaren, een interdepartementaal werkgroep, die resultaat tussen 1, 2, 3 jaren op termijn geeft en aan ons presenteert dat dit probleem inderdaad wordt opgelost. Ik wil zelfs ook een voorstel doen voor de departementen die daar een goede bijdrage kunnen leveren. Het ministerie van Onderwijs als de spil. Het ministerie van Volksgezondheid met gedeelde verantwoordelijkheid en controle. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om te ondersteunen met aanleg van waterleiding. Het ministerie van Openbare Werken voor bouwwerkzaamheden.
ministerie van Regionale Ontwikkeling voor de DC's en vooral in het binnenland. Het ministerie van Justitie en Politie. Misschien is het een idee om gedetineerden het werk te laten doen. We hebben op de universiteit mogelijkheden gehad dat gedetineerden lokalen hebben aangelegd, dan wel gerenoveerd. En natuurlijk het ministerie van Financiën en Planning en de private sector. Laten wij nu een keer AUB dit probleem gedegen aanpakken en een onderhoudsplan, een onderhoudsbedoeling hebben, zodat we nooit meer in deze situatie geraken. Laten we het resultaat dat zal komen in stand houden. En dat op alle niveaus. Verder, ode aan de leerkrachten, de docenten, de schoolleiders, die zich met minimal limited resources toch immens inzetten om de scholen op te starten en draaiende te houden op elk niveau, is prijzenswaardig. Ook extra aandacht voor het onderwijs in het binnenland, waar een nog een grotere uitdaging is. Mijn voorgangers hebben daar genoegzaam over gesproken. Problemen waarmee ze te kampen hebben zijn benzine, huisvesting, levensonderhoud enzovoorts. Ook extra aandacht daarvoor. En ik verzoek u nog een keer, laten wij het probleem van sanitatie en stromend drinkwater op de scholen, laten wij het een keer goed aanpakken. Laat het gestructureerd aangepakt worden. Laat er een onderhoudsplan zijn, zodat we nooit meer in deze situatie geraken. Ik dank u. Dank u wel. Lid Dijkstil, dan gaan we naar lid Lusje. Kan even, ik zie niemand. Ik las een technische schorsing in. De geschorste vergadering. En dan gaan we terug naar het lid. Lid Lusje. Heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben blij dat ik vandaag mag getuigen wat ik onlangs heb mogen aanhoren, ervaren en meemaken vanuit de gemeenschap. En ik zeg gemeenschap omdat als we praten over onderwijs, we het over een ieder hebben, want het raakt een ieder. Voorzitter, we zijn geteisterd met een pandemie, met hoge eisen ter bescherming van onszelf, maar de wereld gaat verder. Werelddelen, instanties, regeringen bereiden zich voor vet affaires DC. Maar ook bij ons gaat dat moeizaam en is een grote uitdaging. Voorzitter, als het om onderwijs gaat, stel ik mij nationalistisch op. Maar waar de regering zich niet houdt aan afspraken, zal ik zeker mijn stem laten horen. Voorzitter, door tussenkomst van u wil ik de regering vragen welke afspraken zij bijvoorbeeld hebben met de nutsbedrijven die nu meer dan ooit een vervullende rol heeft in de aanpassing van ons onderwijssysteem. Voorzitter, in verband met de implementatie van het nieuwe onderwijssysteem door de gevolgen van COVID breng ik dit onder uw aandacht. Voorzitter, zoals we weten is bijvoorbeeld internet wifi niet meer weg te denken in het nieuw normaal waarin wij leven. De kosten zijn te hoog voor de leerkrachten en de ouders. Ik weet niet als onze economie de free wifi kan dragen, maar er is zeker wel de nodige aandacht van de regering. De providers die we hebben zijn zeer creatief. Als ik terug moet denken bij bepaalde mini-pakketten en basispakketten die ze eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. Dus wanneer ik praat over de ontwikkelingen, dan heb ik het meer over de creativiteit van de providers.
Het is ook gebleken, voorzitter, dat een heleboel scholen met waterproblemen te kampen zitten. Ik wil vanuit deze plek wil ik weten, komt dat doordat, of is er een achterstand bij het betalen van de waterrekeningen op de scholen, of is dat een probleem van de gebieden waar de scholen zijn? Dat wil ik graag weten van de regering. Vervolgens ga ik even terug naar afstand onderwijs. Voorzitter, ik koppel de nutsbedrijven hieraan, omdat wij eigenlijk onze afstand onderwijs niet tot zijn recht kunnen krijgen als er bijvoorbeeld nog heel veel stroomuitval is, stroomonderbrekingen. Dus vandaar mijn vraag naar de regering. Welke lopende afspraken zijn er met de nutsbedrijven? Voorzitter, vervolgens wil ik ook nog onder uw aandacht brengen, als ik even terug mag gaan, voorzitter, is er bij de start van het nieuwe schooljaar, zijn er startonderwijsprocesprotocollen gereikt aan alle scholen. En in zo'n een protocol staan eigenlijk de regels waar iedere school zich aan zou moeten houden en waaraan de regering eigenlijk moet heeft voldaan. Maar voorzitter, ik ga u eerlijk zeggen, na een rondleiding gedaan te hebben op bepaalde scholen in verschillende gebieden, dan merk ik dat de regels eigenlijk niet in acht worden genomen. Er zou bijvoorbeeld per lokaal 15 leerlingen of minder zitten, wat helemaal niet zo is. De afstand van 1,5 meter zou in acht genomen worden tussen leerlingen en leerkrachten, wordt ook niet nageleefd, voorzitter. Voorzitter, er zou gelet worden op optimale stroming van luchtplaatsen in de lokalen. Voorzitter, ik ben naar een aantal scholen gegaan en de ventilatie op de school is helemaal niet goed. U merkt dat als u in de klas zit, dat de leerlingen transpireren. En natuurlijk, als je een mondkapje op hebt, dan zou je eigenlijk veel meer lucht naar binnen moeten krijgen, zodat je beter kan ademen. En als dat er niet is, dan snap je dat het een hele moeilijke situatie wordt voor de leerlingen. Voorzitter, de meeste scholen hebben bij de ingang, zouden in principe bij de ingang een wasbak hebben waar ze hun handen in zouden kunnen wassen. Dat is ook helemaal niet zo. Er zullen waarschijnlijk wel scholen zijn waar deze regels in acht worden genomen, maar de meeste scholen, en dan praat ik over Paramaribo, dan wil ik het nog niet hebben over de gebieden in het binnenland. Want als het nog moeizaam gaat in Paramaribo, dan ben ik bang om te gaan kijken wat er in het binnenland gebeurt. Als we merken, mijn collega Akin Botten heeft het al aangegeven, als we naar een school in Paramaribo gaan en we merken dat de leerlingen hun handen uit hun tel wassen, voorzitter, terwijl de medici dagelijks informeert dat de beste manier om jezelf te reinigen is onder stromend water, voorzitter, dan hou ik eigenlijk mijn hart vast. Dus dat wil ik ook meedelen met de regering, zodat ze dit zeker gaan aanpakken, voorzitter. Voorzitter, er zou ook op alle scholen er op de vloer gemarkeerd worden of belijnd worden met symbolen als pijltjes en lijntjes voor het houden van onderlinge afstand. Dat is ook helemaal niet te zien. Trouwens, op de scholen waar ik ben geweest is dat niet te zien. Ik heb de protocollen doorgenomen, voorzitter. En als de protocollen eigenlijk op papier zijn gezet, het is gereikt geworden aan de schoolhoofden, de leerkrachten, en je gaat naar de scholen en je mist deze maatregelen, voorzitter, dan moeten we de regering wel eraan herinneren. En daarom sta ik hier. Voorzitter, ik wil tot slot ook nog even aangeven of de regering vragen hoe het staat met het subsidiëren van de bustarieven, buskaartjes. Vroeger had je buskaartjes waarbij de leerlingen bijvoorbeeld met een buskaartje zich konden verplaatsen naar de scholen. Ik weet niet in hoeverre dat al geregeld is, maar van deze plek uit vraag ik ook door tussenkomst van u als de regering ook daarna zou kunnen kijken. Want we merken dat met het nieuw normaal waarin we nu leven, dat er minder leerlingen bijvoorbeeld in een bus kunnen. De bustarieven zijn ook niet om naar huis te schrijven.
Sommige ouders kunnen het niet permitteren. Dus misschien zou de regering even weer daarnaar kunnen kijken. Dat er weer buskaartjes komen. En natuurlijk dat er ook een instantie komt of vanuit het onderwijs. Dat er wel gelet wordt dat de protocollen gehandhaafd worden. Voorzitter, ik wil ook onder uw aandacht brengen de crèches. Want we praten hier over scholen en scholen en scholen. Maar we moeten niet vergeten dat er ook crèches, peuterscholen zijn. Het is mij wel opgevallen dat de crèches niet helemaal, niet goed genoeg weten hoe zij om moeten gaan met de protocollen. Ik vraag ook daar aandacht voor. Voorzitter, dat was kort mijn bijdrage. Voor de rest wil ik ook nog aangeven dat als wij als assembleeleden even kunnen kijken hoe wij bijvoorbeeld bepaalde scholen zouden kunnen doneren aan ventilatoren. In de commissie hebben wij dit al besproken. Dus ik roep ook van deze kant uit, vraag ik de resterende DNA-leden als we even kunnen kijken hoe wij toch een tegemoet kunnen komen en kunnen geven aan bepaalde scholen voor ventilatie. Dat was mijn bijdrage, voorzitter. Bedankt. Dank u wel. En dank u wel voor die goede timing ook. We gaan naar lid Ednel van de commissie. Maar eerst ontsmetten. Ja. Mag lid Ednel het woord? Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Maar om te beginnen zal ik mijn presentatie brengen in relatie tot een van de taakstellingen van het ministerie, namelijk de zorg en toezicht op het openbaar onderwijs. En wanneer ik dat doe, dan neem ik ook twee belangrijke zaken mee, namelijk de ontstane impasse binnen ons onderwijs de afgelopen 10 jaren en sowieso de COVID-19 situatie waarmee de scholen moeten dealen. Over de ontstaande impasse binnen ons onderwijs zal ik tijdens de begrotingsbehandeling verder op ingaan, omdat het heel erg belangrijk is, omdat dat ook aangeeft de basissituatie vanuit ons onderwijs waarmee we moeten dealen. Maar te beginnen, de verbeterpunten met betrekking tot ons onderwijs, als we kijken naar de COVID-19 situatie, dan wil ik toch wel voorstellen, nadat we de scholen hebben bezocht en we hebben gezien dat veelal de kinderen in de leslokalen toch moeten zitten in die hitte, dat we toch kijken dat er lestenten worden gemaakt. En ik noem ze lestenten op het schoolerf, waardoor de kinderen in een open lucht, een beetje verfrissend, de lessen kunnen volgen. Natuurlijk zitten we dan, als het heet begint te worden, hoe de kinderen dat moeten doen. Maar als je kijkt dat als ze in de klas moeten zitten waar er geen ventilatie is, dan kies je er toch voor dat ze buiten zitten en het is, er is wel wind en dat ze dan beter de lessen kunnen volgen. Dus ik doe dat voorstel aan de regering. En wat we dan ook kunnen doen, als we dat meenemen, is dat de kinderen, vooral de kleintjes, dan hun mondkap niet hoeven op te zetten. Want we hebben gezien dat dat echt een probleem is voor onze kinderen, om steeds heel lang hun mondkap op te zetten. Dus de lestenten op het schoolerf zou dan een heel goede aanpak kunnen zijn, zodat de kinderen wat lesvriendelijk de lessen kunnen volgen. Het tweede punt wat ik wil bespreken, de informatie heeft mij bereikt dat er een heleboel kinderen die zijn ingeschreven, zowel basis, VOJ, VOS, dus middelbaar, niet naar school gaan. Er wordt gebeld door de leerkrachten en wordt aangegeven dat de kinderen niet kunnen komen. Vila wordt ook gezegd dat de ouders geven aan dat het een beetje moeilijk is, financieel moeilijk is voor hun om de kinderen naar school te sturen. Ik wil toch een voorstel doen dat er een onderzoek wordt gedaan vanuit het ministerie om na te gaan welke kinderen niet naar school komen. En dan wil ik het voor basis, MULO, LBO en middelbaar. En met name middelbaar, omdat bij het middelbaar systeem of onderwijs
krijg je te horen dat die kinderen, de leerlingen of studenten aangeven dat ze niet meer naar school komen. Omdat ze de ouders thuis moeten helpen met, of tenminste ze moeten helpen met het bijdragen met het financiële. Dus ze moeten gaan werken. En dat is een hele kwalijke zaak. Dus we moeten best wel onderzoeken waarom de kinderen niet naar school komen. En wat het vanuit het ministerie of vanuit de regering gedaan kan worden dat deze kinderen wel naar school gaan. We zouden met de studenten misschien van ADEC een pilot kunnen draaien. Dat er een groep studenten wordt aangetrokken. En dat ze dan het onderzoek doen voor het ministerie. En dan heeft het ministerie dan zo een sheet. En dan kunnen we nagaan waarom de kinderen niet naar school gaan. Wat we precies moeten doen. En hoe we deze kinderen moeten begeleiden. Hoe we het moeten oplossen dat ze toch de school bezoeken. Dus ik luister naar de minister wat ze daarvan vindt. De leermethode. En dan denk ik aan het didactische en het methodische. De aanpak daarvan. De school is begonnen en met name de basisscholen. We zien dat, we kennen het als oud en nieuwe leermethode. We merken dat er nog steeds geen oplossing is gekomen daarin. De leerkrachten werken nog steeds met het oude en het nieuwe systeem. Ik heb tijdens het vorige parlement hierover een hele lange discussie gehad. Met de toenmalige voorzitter van het parlement heb ik zelf een hele jugu-jugu hier gehad in het parlement. Omdat het oud en nieuw systeem absoluut niet werkt op die scholen. En ik vraag de minister van hieruit dat we er echt naar kijken. En dat er een oplossing komt, zodat onze kinderen beter begeleid kunnen worden. En dat er een gerichte aanpak komt voor dit systeem. Dus ik kijk er naar uit wat de minister daarvan vindt. En tenminste welke oplossingen er gegeven zou worden. Afstandonderwijs. We hebben gezien dat vele scholen, met name de middelbare scholen, ervoor kiezen om afstandonderwijs te doen. De kinderen komen 2 dagen op school en daarna moeten ze via internet of Zoom de lessen volgen. Wat ik wil voorstellen, want we weten internet is duur, het kost heel veel geld. Ik heb een voorstel. Kunnen de leerkrachten niet zo'n videoopname maken waarbij ze de kinderen uitleggen hoe zo'n les in elkaar zit? Duidelijk aangeven wat ze moeten doen. Met een duidelijk voorbeeld geven ze kinderen aan hoe ze bijvoorbeeld hun werk moeten oplossen. Wat hun werkopdrachten zijn. Dan kunnen die kinderen het krijgen op een stick. En dan kunnen ze thuis rustig zitten en het volgen. Ze kunnen het misschien ook krijgen via hun WhatsApp. En dan kunnen ze dat rustig volgen. Want via een Zoom les volgen. Zoom kost veel internet. Voordat je denkt, zijn al je MB's op. En dan kan je het niet meer volgen. Dus we moeten naar praktische oplossingen gaan als het gaat om afstandsonderwijs. Als laatste, ik ben van mening dat met betrekking tot schoolvervoer er een betere oplossing moet komen. De manier hoe de zaak nu gaat, en dat denk ik ook met betrekking tot de boothouders, dat er een nationale aanpak, maar een aanpak waarbij we niet afhankelijk hoeven te zijn van mensen die vinden dat ze niet kunnen rijden omdat zaken niet uitbetaald zijn. Dus er moet een totaal ander systeem bedacht worden om desnoods bussen te hebben die ten aller tijde ingezet kunnen worden voor de studenten. Dat de studenten die hebben. En, of tenminste dat het voor de studenten zijn. En dat er geen problemen zijn met betrekking tot schoolvervoer. En als het gaat om de boothouders. Dat we misschien onze eigen boten kunnen hebben. Dat het allemaal vrij soepel gaat. Er moet gewerkt worden aan een praktische oplossing. Want anders gaan we steeds krijgen dat mensen staken en dat er problemen zijn. We moeten gaan naar een duidelijke oplossing. Tot slot. Er zijn een aantal zaken die we moeten meenemen wanneer we kijken naar de uitdaging waarvoor we staan binnen ons onderwijs. Ten eerste, begeleiding is zeer belangrijk. We zullen steeds de leerkrachten moeten begeleiden. We moeten ze niet meer zien als er zijn mensen die niet bekwaam zijn en of tenminste niet de capaciteiten bezitten. We hebben het allemaal gehoord. De afgelopen periode was echt niet smakelijk voor onze leerkrachten. Geduld is een schone zaak. We moeten leren luisteren naar elkaar, want dat is super belangrijk. We moeten afstemmen en dat is een kern van eigenlijk
gaan naar een betere situatie. Ja, kunt u ervan en bescherming is de sleutel. Belangrijk is, de regering gaat voor verbeterpunten. Dank u. Dank u wel, lid Edna. Lid Bova, is er behoefte u wat steeds? Ik zie u lopen naar het spreekgestoelte, dus ik neem aan dat er wel behoefte is om een korte bijdrage te leveren. Dank u. Voorzitter, dank. Voorzitter, inderdaad, als lid van de commissie onderwijs zul je je bijdrage moeten leveren, omdat ik denk de vraagstukken daar zijn. Om toch wel de regering te helpen op een kritisch constructieve manier de zaak goed in de gaten te houden. Laat me beginnen, voorzitter, aan het begin natuurlijk ook waardering uit te spreken naar de minister, naar de staf in het bijzonder ook van het ministerie, de leerkrachten, maar ook de ouders en de kinderen die onder zeer moeilijke omstandigheden nu naar school moeten gaan en ervoor moeten zorgen dat ze van het minimale toch wel het maximale proberen te maken. We weten dat er een aantal scholen in de regio, in de wereld, niet op het punt zijn gekomen, dat niet hebben willen bereiken en dat ook niet bereikt. Dus als we daar zijn, moeten we elkaar natuurlijk bemoedigen, maar ook natuurlijk proberen te guiden hoe de zaak verder op een behoorlijke manier voor te laten gaan. Wat mij betreft staan drie punten, minister, via uw voorzitter, centraal. In deze. Eén, de preventie. Twee, de randvoorwaarden bij in het onderwijsproces, dit onderwijsproces. En maar natuurlijk ook, terwijl we dat doen, de kwaliteit, de inhoud van het onderwijs. Laat me beginnen bij de randvoorwaarden. Daar is een belangrijke voor mij, welke ik wel hoor, maar nog onvoldoende, CME mag voorlichten en communicatie. We moeten blijven stressen, voorzitter, het belang van communicatie, het belang van voorlichting. Ik merk dat er nog veel ouders zijn, veel leerkrachten zijn, veel pupillen en leerlingen zijn die nog, ja, ze moeten wel naar school gaan, maar ze zijn nog bang, nog huiverig om hun kinderen naar school te sturen. Leerkrachten zijn nog bang om voor de klas te staan. Waarom? Omdat ze onvoldoende natuurlijk de garantie hebben kennelijk dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. Maar dat komt natuurlijk ook door een stukje gebrek aan voorlichting en communicatie op dat punt. Ik heb wat voorstellen daarover. Natuurlijk hebben we de geëigende manieren waarop dat tot nu toe is gebeurd. Ik heb gekeken naar een goed initiatief, dat is de Mohana Challenge dat we eerder hebben gezien. Ik vraag me af, wat is de status nu, want ik heb alleen maar de loon zo'n beetje kunnen volgen. Daarna onvoldoende, wat is de status nu? Is het niet een goede manier om gebruik te maken van de instituten en de school om de Mohana Challenge te doen, om ook op die manier de voorlichting te brengen? We hebben DNA TV, we hebben TV, Gov TV, we hebben de kanalen. Ik roep de regering op om maximaal gebruik te maken van de kanalen om ervoor te zorgen dat de communicatie op gang komt. Natuurlijk moet dat volgens de WHO iets specifiek zijn. Dus elke leeftijdscategorie heeft haar heel specifieke manieren hoe we daarmee omgaan. Dus de WHO geeft daarover richtlijnen. Dus we vragen ook om daarna te kijken. Over ICT is er genoeg gezegd, denk ik zo. Toch wil ik een specifiek beroep doen en dat niet laten hangen, maar heel specifiek beroep dat de overheid, de regering zit met de bedrijven die ICT, die internet brengen. En dat er inderdaad gratis internet naar de scholen gaat. En dat er inderdaad subsidie komt voor de leerkrachten, subsidie dan wel een tegemoetkoming voor de ouders, als het nou is met vouchers, als het nou is dat de telecombedrijven met een speciaal pakket komen, een student package. Ik vind mezelf terug als een van de salesmen bij een van onze telecombedrijven. Weet ik zeker dat we nu al hadden gezeten om een pakket te bedenken. Anyhow, met de devaluatie die we hebben gehad, zijn de prijzen behoorlijk omhoog gegaan. We praten over bedragen van 400 en 650 SRD. Dat is zwaar. Wij vragen de regering om heel specifiek daarna te kijken. Bus- en boottransport, minister, we horen u zeggen, ja, we zitten met elkaar, we praten nog. Ik wil dat het sneller gaat en vlotter gaat, want we zijn nu al 2 weken verder en er zijn nog scholen die nog niet open gaan vanwege het transport. Er zijn nog leerlingen die niet naar school kunnen gaan vanwege het transport. Dus praten is goed, maar met actieoplossing komen is beter. Een heleboel dingen gaan heel snel in het land als we kijken naar hoe snel er functies worden ingevuld en commissies worden benoemd. Laten deze zaken ook snel en vlot gebeuren, minister.
We kijken naar de financiering van studenten. Ook dat kunnen we niet nalaten. Ook de ondersteuning met schoolspullen, schooltassen, schoolpakketten. We hebben volgens mij voor de eerste keer in 10 jaar, voorzitter, gehad dat de behoeftige mensen die ondersteuning niet hebben gehad. Ik weet nog in 2007 zijn we als jeugdambassadeurs dat project begonnen met 400. Dat is in 2010 overgenomen, werd van mij 10.000. In het laatste jaar tussen de 25.000 en 30.000. Dit jaar hebben wij 0 initiatief gezien van de regering op dat punt. Individuen hebben dat gedaan. Maar wij vragen toch een gecoördineerd initiatief vanuit de regering om nog steeds de mensen die die behoefte hebben om daarin te voorzien. Want met bootprijs, met busprijs erbij, met beperking om zeg maar de hoge prijzen te betalen die nu worden gevraagd om naar school te gaan, denk ik dat er plaats is om vanuit de financiering die er is gecreëerd middels het COVID-fonds, om daarin te kunnen voorzien. COVID-fonds is 1, land in awang. Natuurlijk gaan we wachten alleen op de overheid, het bedrijfsleven, personen, wij zelf ook, die zullen ook een bijdrage moeten leveren. En dat doen we enigszins ook. Als ik hoor en ik luister naar mijn collega Loché op dit punt en anderen. Maar de overheid zal het op beter en grotere schaal moeten aanpakken. De regering heeft en verklaart ook goede contacten te hebben met de diaspora. De miljarden zijn misschien nog niet gekomen. Maar misschien kan de diaspora een bijdrage leveren. 5.000 computers, 10.000 schooltassen. Zodat ook Ayep Disma Saabayepi van Nodu. Voorzitter, ik vraag aandacht voor natuurlijk ook de toegankelijkheid van de protocollen. Minister, er zijn protocollen geschreven, maar ik ga op de website covid.sr, bog.sr en de protocollen staan daar niet. Dat betekent zijn niet toegankelijk voor zowel de leerkrachten als ook ouders en andere belanghebbenden om te weten wat zijn de protocollen precies. Om zodoende ze de gelegenheid te geven om voor u, want u hebt niet op alle 600 scholen ogen en oren, maar voor u dat te volgen dat iedereen zich zo goed als mogelijk daaraan houdt. Minister, via u een vraag naar de minister. Voorzitter, via u een vraag aan de minister over de veiligheid. En daarmee dus een van de randvoorwaarden. Hoe zit het met de schoonmaak en het desinfecteren van de scholen? Daar praten we over de klaslokalen, praten we over de tafels, de deuren, de deurknoppen, de stoelen. De ventilatie die daar ook bij komt kijken. Hoe zit het daarmee, minister? Wie is daarvoor verantwoordelijk en hoe zit dat verder geregeld? De distributie van mondkapjes en handsanitatie. Ik denk dat de overheid daarbij moet inkomen. We zien dat er nog scholen zijn die daar niet in zijn voorzien. Overlegstructuren en momenten. Welke zijn de overlegstructuren met leerkrachten, met de ouders en met de kinderen om ervoor te zorgen dat men up-to-date in contact staat en in conclave is met elkaar. Over de betrokkenheid van leerkrachten en ouders schrijft de WHO voor to know the facts, to recognize the system, to the symptoms and to monitor the pupils. Dat betekent, we moeten de feiten kennen, we moeten de symptomen ook kunnen herkennen in onze kinderen en we moeten ze monitoren in hoeverre houdt de het ministerie, dan wel de leerkrachten, dan wel het systeem, daar rekening mee. Daar heb ik tot slot, voorzitter, een vraag over de OS Wonoridje. Dat is een geloofschool in Mungo, waarvan ik een bericht binnen heb van een leerkracht al daar, dat de school is gesloten in verband met een besmetting van een leerkracht. Maar zoals hij dat zelf schreef, men zwijgt verder als het graf. Er is totaal geen communicatie. Wat er precies gaat gebeuren, de mensen zijn doodsbang. Ik vraag aandacht dat er met deze mensen wordt gecommuniceerd en dat we ervoor kunnen zorgen dat men in alle rust straks de school weer kan openen en zo verder kan gaan. Voorzitter, ik wil het voor dit moment hierbij laten. Ik dank u. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we naar het laatste lid, lid Jordan. Een punt van orde. Geeft u dat aan? Als u dat aangeeft, dan ga ik eerst. Maar wordt het ondersteund? Ja. Lid Parmezan heeft een punt van orde. Mijn punt van orde, voorzitter, is vanwege een zeer delicate zaak en van vertrouwelijke aard
wil ik u een schorsing vragen om een informatie van zeer gewichtige aard met u en de president te delen. Het is niet van die aard dat ik het publiekelijk hier bekend maak. Ik schors de vergadering voor eigen ogen.